collega's, publiek, hartelijk welkom op de gemeenteraad van 29 mei 2017. Ik dien te verontschuldigen in de eerste plaats Wendy Soefers van de N-VA-fractie. Zij laat zich verontschuldigen voor deze gemeenteraad. En ook, maar dat zien we zelfs bij puntje 2, Fik van Hees, die verhinderd is gedurende een periode de raad bij te wonen. Ik heb misschien een heel klein toelichtingsje dat ik u wil meegeven, beste mensen. Iedereen is stil en wel op de hoogte van onze Mil en Scène tweede editie. En de mensen van de lichtstoeten, de voorzitters, hebben aan het college van burgemeester in Schepen en aan de voorzitter van de gemeenteraad en het team van Mol en Scène en aan Kerf een briefje gestuurd. Geachte molenaren en cultuurliefhebbers, deze kijken uit naar een tweede editie van Mol en Scène. Als voorzitters van de Molse lichtstoeten verheugen wij ons dat onze lichtstoeten als een rode draad door dit veelbelovende massaspectakel zal lopen. Daarnaast zijn we vereerd dat, naast universele thema's van liefde en vriendschap, eveneens de bareeloverschrijdende samenwerking een belangrijke plaats krijgt. Het voorlopige hoogtepunt van deze samenwerking was de erkenning tot het immaterieel cultureel erfgoed in 2012, mede dankzij de steun van deze gemeente van Mol en de Kerf. In een recente vergadering heeft het team van Mol en Scène 2 aan de vertegenwoordigers van deze lichtstoeten technisch advies en ondersteuning gevraagd voor de finale van het massaspectakel. Speciaal voor Mol en Scène 2 wordt gezamenlijk een lichtwagen gebouwd naar een ontwerp van Maxim van Orle. Deze lichtwagen zal buiten competitie meerijden in de Molse lichtstoeten en een integraal onderdeel vormen van Mol en Scène 2. Dankzij de unieke samenwerking van deze lichtwagenbouwers, de fixers en Op en Top, schrijven de Molse lichtstoeten vandaag geschiedenis, volledig in de geest van de boodschap die Mol en Scène 2 uitdraagt. Als voorzitters van de Molse lichtstoeten vragen wij aan iedereen deze unieke samenwerking ook nu weer publicitair met alle communicatiemiddelen breed uit te spelen naar lokale en nationale pers. En aangezien de Molse lichtstoeten op 2 en 23 september uitrijden, vragen we dan ook dat er een persconferentie, massamails, Facebook, sociale media, etc. zou kunnen plaatsvinden en dit de laatste op 20 augustus, zodat alle kijklustigen ruim op de tijd deze unieke 3 evenementen kunnen inplannen. In naam van de besturen, wagenbouwers en sympathisanten van de Molse lichtstoeten schrijven wij u dit. Het bestuur of het college heeft daarop geantwoord dat zij al het nodige zullen doen om in samenwerking met deze actoren de nodige bekendheid hieraan te geven en zij opperen om een persmoment te voorzien, ofwel 20 ofwel 21 augustus, dat is een zondag of een maandag, waarbij de gezamenlijke lichtstoetwagen aan de pers wordt voorgesteld en de unieke samenwerking tussen de lichtstoeten en MIS, dus Mol en Scène 2, wordt toegelicht. Ik hield eraan als voorzitter ook jullie, collega-raadsleden, hiervan in kennis te stellen en jullie mede uit te nodigen op deze aankondiging die er zal gebeuren 20 of 21 juni. Of augustus, ik vergis mij, ja. Goed, ik heb daar ook op geantwoord dat alle molenaars hierop mogen fier zijn en dat wij zeker het initiatief mee zullen ondersteunen en die bekendheid zo breed mogelijk zullen proberen uit te dragen. Voilà, dat als korte toelichting met betrekking tot Mol en Scène. Dan zijn we aan puntje 1 gekomen van deze gemeenteraad 19 mei 2017. En puntje 1 zijn de notulen van de gemeenteraad van vorige maand, 24 april. Ik vraag of deze kunnen goedgekeurd worden of zijn daar op- of aanmerkingen rond. Kan iedereen akkoord gaan en deze notulen goedkeuren? Ja, dank u. Dan puntje 2 heeft betrekking met de verhindering en de vervanging van een gemeenteraadslid, met name Victor van Hees. Victor zal tot 31 december 2017 verhinderd zijn om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. Hij vraagt voor deze periode in zijn vervanging te willen voorzien.
Als raad dienen wij hiervan akte te nemen waarmee dit gebeurd is. En dan zijn we toe aan puntje 3. Dat is de installatie en de eedaflegging van een nieuw gemeenteraadslid. Met name mevrouw Nelly Eijkmans. In gevolge de tijdelijke verhindering om medische redenen van gemeenteraadslid Victor van Hees voor de periode van mei 2017 tot december dit jaar, door hem gemeld per brief van 15 mei 2017, waarvan akte genomen werd door de gemeenteraad op 29 mei, is een mandaat van titelvoerend gemeenteraadslid vakant voor de periode van de verhindering. Derhalve moet tot een onderzoek van de geloofsbrieven van de in aanmerking komende kandidaat worden overgegaan. Dit onderzoek slaat echter niet op de geldigheid van de verkiezingen, want deze heeft kracht van gewijze bekomen, doch het heeft enkel het tot doel na te gaan of er ja dan nee een opvolger door de verkiezingen is aangeduid en, in voorkomend geval, vast te stellen dat de betrokken opvolger aan de voor de verkiesbaarheid gestelde vereisten voldoet. Tevens dat hij of zij zich niet in een van de gevallen bevindt die onverenigbaar zijn met het mandaat van gemeenteraadslid. Uit het proces verbaal van de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 blijkt dat de heer Victor van Hees als titelvoerend gemeenteraadslid op lijst 12, nummer 2 N-VA werd verkozen. Tevens bepaalt het artikel 16 van het gemeentedecreet dat het verhinderd gemeenteraadslid wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011. Met inachtneming van de hiervoor aangehaalde gegevens stellen we derhalve vast dat mevrouw Nelly Eijkmans de eerste in aanmerking komende opvolger is van lijst nummer 2. Zij heeft in een brief van 14 april 2017 bevestigd haar mandaat als gemeenteraadslid te aanvaarden in opvolging van Victor van Hees. Aangezien uit haar geboorteakte, uit de bevolkingsregisters en uit het register voor veroordelingen blijkt dat mevrouw Nelly Eijkmans, geboren op 6 juli 1943 te Balen, de Belgische nationaliteit bezit, geen veroordelingen heeft opgelopen die de schorsing of ontzegging van kiesrecht meebrengen en zich niet bevindt in een van de gevallen die onverenigbaar zijn met het mandaat van gemeenteraadslid, dat zij derhalve voldoet aan de voor verkiesbaarheid gestelde vereisten. Daarom wordt voorgesteld de geloofsbrieven van mevrouw Nelly Eijkmans goed te keuren en met het oog op haar aanstelling haar uit te nodigen tot de eedaflegging. Nelly, mag ik u vragen even tot hier te komen, alsjeblieft? We gaan eerst even goed te worden. Dat ik net heb voorgelezen en dan gaan we het afleggen. Okay. Vandaag, maandag 29 mei 2017 om 20 uur is voor ons de heer Peter Bergmans, voorzitter van de gemeenteraad Mol, provincie Antwerpen, verschenen in openbare vergadering van de gemeenteraad. Mevrouw Nelly Eijkmans, geboren te Balen op 6 juli 1943, die tot gemeenteraadslid aangesteld werd in de vergadering van de gemeenteraad gehouden op 29 mei. Ter uitvoering van artikel 16 van het gemeentedecreet heeft de comparant in onze handen de volgende eed afgelegd. En we gaan dat even voorlezen. Gewoon even nazeggen. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Voilà, ons rest nog de goedkeuring van de geloofsbrieven. Goedkeuren, beste collega's. Iedereen akkoord? Ja? Oké, en welkom Nelly aan deze ronde, grote ronde tafel. En veel succes. Goed,
Dan zijn we bij puntje 4 aangekomen en dat betreft de jaarrekening 2016. Wij dienen deze vast te stellen en ik geef vooraf, voordat we die vaststelling doen, graag het woord aan Schepen van Financiën, Peter van Rompuy. Dank u, voorzitter. Collega's, ik ga maar een heel korte inleiding doen. Ik denk dat wij vorige week uitvoerig naar het verhaal van de financieel beheerder op de commissie hebben kunnen luisteren, waar de financiële details zijn toegelicht. Ik denk dat die presentatie voor zich sprak. Ik wil daar alleen nog heel kort enkele aandachtspunten vanuit het beleid aan toevoegen. Natuurlijk, we stemmen vandaag niet over een budget, we stellen wel een rekening vast. En ik zou zeggen, dat is wat het is. De centen die zijn uitgegeven, die zijn geregistreerd in onze rekening en zijn een uitvoering van het budget dat hier vroeger door deze gemeenteraad is goedgekeurd. Wat dat betreft is de discussie over een rekening toch wel dan van een andere orde, denk ik, dan de discussie over een budget. Vandaag enkele beleidsmatige aspecten. Voor het derde jaar op rij is de autofinancieringsmarge positief. En dat is niet zo altijd heel evident geweest, want u weet ongetwijfeld nog dat tot 2013 die autofinancieringsmarge, die eigenlijk uitdrukt hoe financieel de gemeente gezond of niet gezond is, dat dus tot 2013 die autofinancieringsmarge negatief was en dat zonder aangepast beleid we daar toch wel voor een zeer groot probleem stonden. Vanaf 2014 is die autofinancieringsmarge positief geworden en zien we effectief de resultaten van het beleid. En wordt dat aangetoond in de cijfers zoals we die vandaag ook in de rekening van 2016 zien. En dat zonder enige belastingverhoging is eigenlijk die financiële ommekeer binnen de gemeente Mol naar een gezonde toestand eigenlijk omgezet. En ik denk dat is het resultante van tientallen maatregelen, maar er springen er misschien toch wel twee die er een beetje uitspringen. In eerste orde eigenlijk de personeelsuitgaven, als u die gaat vergelijken met de uitgaven die we in 2012 hadden, hebben we daar toch een serieuze besparing gerealiseerd. En in tweede orde is er gans het afvalverhaal, waar we, als u die twee maatregelen samentelt, toch spreken over 3,5 miljoen euro correcties op ons budget voor alleen al deze twee maatregelen. Als we naar de details kijken, naar de cijfers in detail, dan ben ik vandaag als schepen van Financiën eigenlijk heel vreugd, want ik heb even mijn toelichting van vorig jaar erbij genomen. En vorig jaar heb ik hier moeten zeggen dat onze diensten dat eigenlijk zeer goed geraamd hadden voor wat betreft de rekening van 2015. Ik heb hen daar ook vorig jaar voor geluk gewenst. Maar er was één maar, en de ene maar waren de werkingskosten, wat toch al wel een pijnpuntje is gedurende heel wat jaren, omdat het verschil tussen enerzijds hetgeen wat we effectief uitgeven in de rekening en anderzijds hetgeen wat oorspronkelijk in het budget werd gevraagd een zeer grote afwijking kende in die werkingskosten. Vorig jaar spraken we over 10% of zeg maar ongeveer 1 miljoen euro dat er eigenlijk te veel geraamd wordt, dat er te veel gevraagd wordt in het budget. Wel, ik ben vandaag verheugd, ik ben vandaag een blije mens, want vandaag is dat 3,4% in plaats van die 10% van vorig jaar. En als we ons vergelijken met Vlaanderen, doen we nog veel beter. Want in Vlaanderen is het verschil tussen gebruikt en gebudgeteerd krediet 17%. Dus Mol 3,4% ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde 17%. Ik kan dus alleen maar mijn gelukwensen opnieuw overbrengen aan onze diensten, die er toch beter en beter in slagen om de cijfers dichter bij de financiële werkelijkheid te brengen. Het globale resultaat van deze rekening, zoals gezegd, kunnen we aflezen in dat ene cijfer van de autofinancieringsmarge. De vraag is, zitten we daar goed? Het antwoord is overduidelijk ja. De autofinancieringsmarge in de rekening nu bedraagt 6,8 miljoen euro. We moeten wel rekening houden met het feit dat dit eenmalig positief wordt beïnvloed door het legaat van de heer Van Lommel. Het verhaal dat u wel kent, denk ik, waar we een eenmalige gunstig effect hebben van ongeveer 1 miljoen euro. Deze oude financieringsmarge biedt ontegensprekelijk een buffer voor de vele financiële uitdagingen waarvoor we in de toekomst nog staan. Voor eerst blijven er in onze organisatie nog heel wat uitdagingen op het vlak van
het ICT-verhaal. We gaan daar vandaag een eerste belangrijke beslissing nemen. Die komt zelfs, maar daarmee stopt het verhaal niet. ICT is eigenlijk het hart van de werking van vele organisaties, niet alleen van gemeentebesturen, maar ook van gemeentebesturen. En we denken dat we ook daar de volgende jaren nog heel wat in moeten investeren om dat verhaal eigenlijk correct te schrijven. Ik denk ook aan de kost van het zwembad, die vanaf 2018-2019 een belangrijke financiële inspanning, bijkomende inspanning zal vergen. Ik denk aan de talrijke uitdagingen op het vlak van werking van onze diensten, noden op het vlak van bijkomend personeel, die deskundig moeten bekeken worden. Dat is een debat dat we de volgende maanden en jaren ongetwijfeld nog zullen moeten voeren. Verder, in tweede orde, los van de uitgaven, als we naar de ontvangsten kijken, hebben we heel wat onbekenden. Een zeer opmerkelijk cijfer dat u nu in de jaarrekening hebt gezien, en dat is ook voor de eerste keer, denk ik, dat we dat zien, is een daling van de inkomsten van de onderroerende voorheffing. Dat hebben we nog niet zo heel veel gezien, in een 400.000 euro minder dan hetgeen wat we in ons budget hebben geraamd. Dat is een evolutie die we met de nodige aandacht moeten blijven opvolgen. Er zijn heel wat verklaringen voor. De vraag is hoe dat, die verklaringen ervoor gaan zorgen dat deze inkomsten in de toekomst verder zullen evolueren. Ik denk aan het effect van de tax shift op de inkomsten in zaken personenbelasting. Ook daar heeft de financieel beheerder op de commissie naar verwezen. Ook die effecten zullen de volgende jaren duidelijk worden en zullen ongetwijfeld een negatieve impact hebben op onze financiën. Conclusie, ik denk dat we vandaag een rekening hebben met zeer mooie en duidelijke blauwe cijfers en geen rode cijfers, zoals dat vroeger het geval was. Ik denk dat we een financieel gezonde gemeente zijn, met heel wat uitdagingen, maar vooral met een mooie uitgangspositie om al die uitdagingen die de volgende jaren op ons afkomen, om vanuit die mooie uitgangspositie dat beleid te kunnen verder zetten en te kunnen voeren. Ik dank u. Zijn daar vragen rond of opmerkingen wat betreft de rekening 2016? Ja, dank u, voorzitter. Ik wil eerst zeggen dat ik het jammer vind dat wij als enige partij geen ventilator krijgen hier. Daar staat er een, daar staat er een en daar staat er een. Koen, dat is eigenlijk misschien een beetje mijn schuld, omdat ik onze vertegenwoordiger van vandaag gezegd had dat jij net in een trek zat en dat dat misschien niet nodig was. En morgen een valling. Nee, Koen, het woord is aan ja, u. Ja, dank u wel. Ja, een beetje een déjà vu gevoel, de rekening, de jaarrekening. Elk jaar hetzelfde. Bij de opmaak van de begroting en de voorstelling van de begroting worden we altijd een beetje bang gemaakt. Krijgen we altijd een beetje onheilstijdingen van de cijfers zijn niet zo heel goed en we moeten toch wel heel goed opletten, want dit en want dat. Als dan de jaarrekening gepresenteerd wordt nadien, dan blijken die cijfers eigenlijk al goed mee te vallen. Het is logisch natuurlijk dat er in begroting overschat wordt. En er wordt dit jaar gezegd dat dat nogal goed en accuraat gedaan is. Maar als je dan een beetje gedetailleerd de jaarrekening naleest, ik zal een paar voorbeelden geven. Op de beleidsdoelstelling patrimonium en afval hadden we voor 8,6 miljoen begroot en hebben we 7 miljoen nodig gehad. Op onderwijs 1.450.000 euro. Uiteindelijk minder dan 1 miljoen in de jaarrekening. Op toerisme zouden de uitgaven zijn 375.000 euro. Dat is 293.000 euro geworden. Bij de ontvangsten zouden we 692.000 euro ontvangen en is het uiteindelijk 838.000 euro. In de kinderopvang waren de ontvangsten geraamd op 465.000 euro. Uiteindelijk is dat 812.000 euro geworden. Dat zijn geen 1, 2 of 3%, dat is 20, 30 en zelfs 90% dat er dus overraamd is. Als we nou eens het befaamde legaat van Lommel bijtellen, dat in de begroting of in de jaarrekening wel kan gebruikt worden om de cijfers in mooier te laten lijken, maar we kunnen dat legaat uiteindelijk niet gebruiken in de gemeentelijke financiën, want het is bedoeld voor een heel specifiek doel. Een tweede opmerkelijk feit, de besparingsronde van 2014.
was gebaseerd op een aantal heel grote pijlers. Een van die pijlers was afval. Het blijkt ook later dat inderdaad de verhoging van de tarieven op afval de financiën heeft gezonder gemaakt. Uiteraard als kanttekening, wie is de grote verliezer bij de stijging van het afvaltarieven? Dat zijn de mensen die het minder goed hebben en die in een financieel moeilijkere positie zitten. Een tweede pijler in die besparingsronde was personeel. De schepen zegt het daarnet dat het dus inderdaad een groot effect gehad heeft van 2012 tot nu. Nochtans zijn ze tegenover vorig jaar niet gedaald, de personeelskosten. En dankzij het feit dat er op de planning stond om personeel dat op natuurlijke manier afvloeit niet of slechts voor de helft te vervangen. Dat heeft dus duidelijk niet meer zijn effect. En ik hoor op de commissie ook de financiële beheerder zeggen dat de prognose is dat de personeelskosten terug gaan stijgen om de eenvoudige reden dat er vooral jobs in de hogere echelons en met een hoger statuut gezocht worden. Dat zijn dan ook de duurdere jobs. Ook in deze is het slachtoffer van het personeelsbeleid, dat zijn de mensen met een lager inkomen, dat zijn de arbeiders. En dat is de werknemer in Mol. Want er zal, het gevolg zal zijn meer werkloosheid in Mol. En de cijfers zullen... De financiële kant daarvan zal duurder worden om de eenvoudige reden dat er meer moet uitgegeven worden aan externe firma's en minder kan gedaan worden door eigen volk. Een derde feit, inderdaad de autofinancieringsmarge, 6,8 miljoen, is denk ik nog nooit zo hoog geweest. Ik neem aan dat dat ook wil zeggen dat Mol een financieel gezonde gemeente is. Voor de eerste keer sinds jaren hebben we ook van de financieel beheerder op de commissie geen onheilsberichten moeten horen en heb ik niet moeten horen van we moeten het anders interpreteren en we moeten toch opletten, want het ziet er anders uit dan dat de cijfers laten uitschijnen. Dus we kunnen er denk ik ook van uitgaan dat de gemeente gezond is. Een overschot van 6,8 miljoen euro is veel. En misschien geeft dat dan ook op de volgende begrotingsbesprekingen de mogelijkheid en de ruimte om aan die sectoren iets te doen die belangrijk zijn, namelijk wat ik daar juist zei over de bestrijding van de armoede. Die vaststelling is er ook, zowel in het hele land als in Mol. De armoede stijgt, het aantal leeflonen stijgt, de mensen die gebruik maken van een voedselbank stijgt, de werkloosheid daalt volgens de officiële cijfers, maar de werkzaamheidsgraad blijft ongeveer hetzelfde. Dat zijn natuurlijk geen gemeentelijke maatregelen die daar de oorzaak van zijn, maar wel Vlaamse en federale maatregelen. Maar misschien is het voor ons als gemeente toch een taak weggelegd om daar iets aan te doen. En moeten we onze financiële gezonde toestand gebruiken om aan dat probleem iets te verhelpen. Ja, en dan een laatste punt. Ik veronderstel dat we zo dadelijk moeten stemmen over de jaarrekening. In de papieren staat dat we ze moeten vaststellen. Ik weet dat dat een kwestie van terminologie is, maar een vaststelling is een vaststelling en een goedkeuring is geen vaststelling. Ja, het blijft vreemd overkomen, secretaris. Ik stel vast dat daar schilderijen hangen, maar keur ik ze goed? Nee, want ik vind ze niet mooi. En hetzelfde met de jaarrekening. De jaarrekening is eigenlijk de bestendiging van de begroting. De politieke beslissingen zijn genomen op de begroting. Dit is eigenlijk de bestendiging van wat er in de begroting gezegd is. Dat is gewoon het cijferwerk. Dus wij kunnen dan uiteraard ook niet anders dan juist hetzelfde doen op de begroting, ons onthouden op de jaarrekening. Dank u. Dat wat betreft de memo-fractie. Ik veronderstel dat de N-VA ook zijn bemerkingen heeft. André? Je veronderstelt, juist. De jaarrekening die zal boekhoudkundig wel kloppen. Ik denk niet dat we daaraan aan moeten twijfelen. En daarom dat we het inderdaad moeten gaan vaststellen en niet goedkeuren of afkeuren, dat er een vaststelling is. Maar is dat hetzelfde als een goed beleid? En dat is toch wel iets dat ik in vraag durf stellen. Het is nu omdat uw rekening klopt, dat daardoor uw beleid een visie heeft, dat daarvoor uw beleid een ambitie heeft. Ik ga daar één puntje uitpakken. Ik heb dat al verschillende keren gehaald. Wordt in deze gemeente echt ingezet een ondernemingsvriendelijk klimaat.
En uitgaande van deze jaarrekening gaan we daar een aantal punten kunnen naar voren halen. Er zijn een aantal ambities die gestipuleerd worden, bijvoorbeeld actiepunt 1.1.6. We stimuleren werkgevers om arbeidsplaatsen te creëren voor werkzoekenden uit de kansgroepen. En dan zie je dat daar 0 euro uitgegeven is. Ik denk bij 0 euro kun je weinig constructief gaan doen. Ik zie daar wel bij staan, het regiecomité is x aantal keren samen geweest. Ik veronderstel dat dat een maatstaf is van we hebben x aantal vergaderingen gehad, dus dan zijn we wel goed bezig. Maar de vraag is van, zijn daar arbeidsplaatsen gecreëerd voor die kansgroepen via deze beleidsdoelstelling? Ik heb daar geen zicht op. Maar het zou me verwonderen dat er met 0 euro dat er veel structureel gebeurd is. In diezelfde optiek hebben we actiepunt 1.2.3. We bieden hulpverlening om aan werkervaring op te doen. Opnieuw, budget 0 euro. En er staan nochtans dat er verschillende initiatieven genomen worden. Ook hier is weer de vraag, is daar zicht op hoeveel mensen of hoeveel werkgevers dat daar gebruik hebben van kunnen maken? Die kost die hier 0 euro is, moeten we die nergens anders gaan zoeken? Is dat bij het OCMW dat geboekt staat? Allee, ik heb daar op deze manier eigenlijk geen zicht op. Maar het komt toch wel heel bizar over als je zegt van we gaan het klimaat voor ondernemers, we gaan dat stimuleren dat je dus al 2 keer 0 euro uittrekt. Actiepunt 8.1.4, we faciliteren het ondernemen in onze gemeente. Mooie titel, budget 0 euro. Ja. Staat bij, actie is een uitvoering, we ondernemen verschillende acties, subsidies. Ik vraag me af, als je 0 euro uitgeeft, hoeveel subsidies dat je kunt uitgeven. Wedstrijd, animatie, vormingen. Eigenlijk vind ik in al deze zaken dat er eigenlijk voor de gemeente, de ondernemingen, dat dat echt geen prioriteit is. Hè. Het stimuleren van een ondernemingsvriendelijk klimaat is ook meer dan alleen een cadeaucheckautomaat die in de gemeente staat. En we moeten ook eens leren van het niet zo eng te gaan beperken tot ons handelscentrum. Een ondernemingsklimaat behelst meer dan proberen ons handelscentrum op te fleuren. En we gaan dat echt niet kunnen doen met wat verplaatsbare bloembakken, groen, ik weet niet hoe dat het gaat uitzien, daar moeten we ook nog in de toekomst over gaan beslissen. Maar er moet toch eens nagedacht worden, hoe kunnen wij KMO's naar hier lokken? Er is eigenlijk een proactief een beleid met visie en ambitie nodig. En dat is iets dat ik eigenlijk helemaal mis. En dat vind ik ook niet terug in de jaarrekening. Hetzelfde met het patrimonium. Koen heeft het ook al aangehaald. Ik zie daar een aantal zaken die gebudgeteerd worden. Er is 60.000 euro voor groen minder uitgegeven dan gebudgeteerd. Voor onderhoud van de wegen 300.000 minder uitgegeven. 700.000 euro minder uitgegeven voor nieuwe wegen. Ik denk dat er nogthans heel veel wegen in nood hebben aan een aanpak. En ik versta ook niet goed dat dat allemaal op de lange baan geschoven wordt. Onderhoud gebouwen, 120.000 euro minder uitgegeven. Ik denk dat het dak van de tekenacademie, ik denk dat die wel een onderhoudsbeurt nodig heeft. Dus ik hoop dat die budgetten nu wel grondig gaan gebruikt worden. Die budgetten, ik veronderstel dat die wel overgezet worden naar 2017. Maar desalniettemin gaat dat toch wel een impact hebben op uw autofinancieringsmarge. Want eigenlijk zijn het allemaal zaken die niet uitgegeven zijn, waardoor dat je je autofinancieringsmarge een beetje kunstmatig de hoogte gaat injagen. Als we dan gaan naar die evolutie van de exploitatierekening, schema TJ2, waar dat het saldo dan 8.706.587 euro bedraagt, dan stel ik me daar ook een aantal vragen bij. Er wordt gezegd, de belastingen gaan niet naar omhoog, maar ik zie dat op 2 jaar tijd de inkomsten op de aanvullende belasting, op de personenbelasting, dat die met 2.401.514 euro gestegen zijn. Moest ik nu van een SPA zijn, dan zou ik zeggen, de belastingen zijn met 26% gestegen, maar zo naïef gaan we ook niet stellingen poneren. Het is in ieder geval toch wel een forse inkomstenstijging die louter fiscaal is. Er wordt wel gezegd van fiscaal zijn er geen geen belastingsverhoging geweest. Ik stuur toch dat de inkomsten op dat gebied fors toenemen. De werkingssubsidies.
die zijn ook gestegen op 2 jaar tijd met 3.973.671. Het laatste jaar alleen een stijging van 2.283.191 euro. Werkingssubsidies is ook belastingsgeld. Dus eigenlijk kun je ook zeggen van, dat zijn fiscale inkomsten die je eigenlijk krijgt. En dat heeft eigenlijk niks te maken met je beleid als dusdanig. Dat is niks dat je als beleid of als meerderheid onderneemt voor dit goede resultaat. Dat zijn externe factoren die dat bepalen. En dan zijn er dus inderdaad die niet uitgegeven bedragen, wegen, ook nog eens 500.000 euro voor de scholen. En dan zijn er een aantal eenmalige meevallers, dus het legaat van de 15 kapelletjes, maar er is ook 1.144.000 euro van Iveca, 202.000 euro van ICA. Het zijn toch allemaal zaken, als je die eigenlijk allemaal in rekening gaat brengen, en je zal die eigenlijk aftrekken van hetgeen dat je dan over hebt, dan schiet er eigenlijk maar een goede 2 miljoen over. Dus de vraag is, van in welke mate is dit echt beleid? Of zijn het eigenlijk vooral externe factoren die gaan bepalen dat uw autofinancieringsmarge dermate hoog uitvalt? Dan heb ik nog een praktische vraag. En dat gaat over het cultuurcentrum. Wat kost nu het cultuurcentrum? Want ik vind daar eigenlijk in de jaarrekening van alles in. Op pagina 34 bij actie 5.3.1 kost dat 13.369 euro. We bieden culturele infrastructuur aan de burgers. Op pagina 73 bij de top 10 per beleidscode zie je cultuurcentrum 1.274.962 euro staan. Op pagina 106 zie ik dat er voor het cultuurcentrum 42.221,05 euro uitgegeven wordt. En op pagina 133 is er dan weer sprake van 210.000 euro. Dus ik weet eigenlijk niet goed, wat kost het cultuurcentrum nu? Ik veronderstel die 210.000 euro, want die komt dan ook terug in de jaarrekening van EVA Cultuurcentrum. Maar ik vind dat, ik vind daar zoveel bedragen dat ik het eigenlijk ook niet meer weet. En dan ga ik nu het woord aan mijn collega huisarts Koen geven, die ook nog een aantal opmerkingen heeft. Dank u wel, André. Nu, André heeft een algemeen beeld geschetst. Ik zou graag enkele items aanhalen. We zitten dus met die hoge positieve autofinancieringsmarge, waar men volgens mij toch wel wat mee kan doen. Maar men kan ook nog efficiëntiewinsten halen uit het beleid. En men kan nieuwe investeringen doen. Dat het beleid eigenlijk toch nog wel zou verbeteren. En daar wil ik graag enkele voorbeelden aanhalen die uit de bundel komen. Het eerste gaat over het gelijke kansen- en taalbeleid. Wij vinden toch dat op dit moment nog te weinig geïnvesteerd wordt in het taalbeleid. Omdat dat zeker belangrijk is om de integratie van anderstaligen te verbeteren, om het samenleven in onze gemeenschap te verbeteren. Dus wij hopen toch dat daar nog meer zal in geïnvesteerd worden. Voor de rest, in de verkeersinfrastructuur 1.3 merken we dat er inderdaad een aantal straten goed vernieuwd worden. Op Trouw heb ik ook al een aantal straten gezien die goed vernieuwd zijn. Ik denk hier aan de Populierstraat dus niet, maar de Canadalaan is goed verbeterd, dus waar de Schuurstraat. Maar men heeft een lijst gemaakt met straten van 1 tot 5, waar de Populierstraat op nummer 3 staat, zodoende dat dat niet kan uitgevoerd worden. Nu, binnen de praktijk heb ik al enkele meldingen gehad van mensen die niet door de Populierstraat durven stappen, die pas een nieuwe heup hebben, pas een nieuwe knie hebben, omdat dat zeer instabiel is. Men loopt daar op die manier. Er zijn kinderen die pas met een fietsje kunnen rijden, die gewoon omvallen in de Populierstraat. Dat hoor ik echt nergens anders. En toch heeft men de Canadalaan en de Zwarte Schuurstraat aangepast. Ik denk dat het beter is van die lijst misschien nog eens te bekijken en om te zien of er andere hoge noden zijn. Ik apprecieer natuurlijk het feit dat er straten vernieuwd worden. Dan in verband met duurzaamheid, 3.1.8, vind ik dat de mentaliteitsverandering bij het bestuur nog niet er echt gekomen is in verband met de aanpassing van het wagenpark. Ik denk dat men daar echt nog wel een verbetering kan brengen. En dat dat zeker voor het behalen van de milieunormen zeker positief zal zijn.
Dan wat we nogal eens gezegd hebben in verband met de milieuhinder, de geur in de tunnel aan het station is op dit moment echt niet te doen. Als je als mens van buiten mol in mol aankomt en je gaat door de tunnel, dan denk je, amai, hoe kom je hier binnen? Dus ik zou dat, daar toch camera's hangen om het plassen te voorkomen en ook voor de veiligheid. Omdat dat toch wel, vind ik persoonlijk, een belangrijke plaats is binnen het centrum van Mol. Efficiëntiewinst kan men ook bekomen in verband met de afvalstromen door ene zak te nemen voor plastic en PMD en niet de twee zakken van nu. Ik denk dat dat samen in één zak veel gemakkelijker zou zijn. Dan in verband met ruimtelijke ordening. We zien dat men op dit moment nog probeert verkavelingen te starten buiten de centra, dus in het groen, waarvoor men een hoop bomen moet rooien. En ik denk dat we moeten gaan, of wij denken dat we moeten gaan, naar meer bouwen in het centrum en waar hoogbouw ook moet mogelijk zijn. Dus hoger dan de drie van nu. In het vooruitzicht van het bosdecreet dat er toch wel zal komen en de betonstop die al beslist is. Dan in verband met het zwembad, dat gaat er natuurlijk komen en wij hopen dat het daar... Men zal starten met een warmtepomp om nadien aan te sluiten op het warmtenet. En in verband met het kunstonderwijs lees ik in 6.1.3. Personen met een handicap kunnen aanspraak maken op een toelage om ten volle te kunnen participeren aan het kunstonderwijs. Nu, ik merk dat mensen met een handicap in de muziekschool nog altijd niet naar boven kunnen, waar op het eerste verdiep de meeste concerten georganiseerd worden, dus die kunnen daar niet aan participeren. Ik heb ook gehoord dat de lift hier van de bibliotheek ook al een tijdje stuk is. Dat blijkt, dus natuurlijk geen onderwijs, maar ik denk dat boeken dat ook kunst is. Dan in verband met toerisme hebben we toch ook de opmerking dat er wel dingen gebeuren in verband met toerisme, maar vooral in het centrum. En veel minder in de toeristische site van het Rouw. Het personeelsbeleid, de oorspronkelijke wil van dit bestuur, is volledig verlaten. Men wilde meer gaan besparen op personeelsbeleid, minder mensen aanwerven. En toch zien we dat er weer meer statutaire aangenomen worden het voorbije jaar, waardoor de rekening de volgende jaren zal stijgen. En dan het aanwezigheidsbeleid. Daar moet ook een tandje bijgestoken worden, denk ik, want ik hoor toch zeggen dat er veel afwezigen zijn op het werk, om welke reden dan ook, dat weet ik niet. Maar het beleid dat men nu heeft, heeft weinig effect. Dat waren zo de belangrijkste opmerkingen en eventueel voorstellen voor het beleid. Dank u. Dank u. Zijn er nog opmerkingen vanuit de N-VA-fractie? Dan kijk ik naar de Vlaams Belang-fractie. Nou, wij hadden begrepen dat het een vaststelling was, dus. Maar wij gaan ons ook onthouden. Perfect. Dus ik heb hieruit begrepen dat de MEMO-fractie zich zal onthouden op deze rekening 2016. N-VA ook en Vlaams Belang ook. Goed, dank u voor die toelichting. Of u... Ja, u mag antwoorden, maar dit is geen budget. Goed. Goed. Oké, dan geef ik het woord aan de respectievelijke schepenen die graag repliek geven op de opmerkingen. Ja, voorzitter, ik wil de spits wel afbijten, tenzij dat u iemand anders aanduidt. Maar ik voel me toch wel aangesproken. Ik denk dat wij... Integendeel, op het vlak van openbare werken en patrimonium goed aan het werk zijn. En ik wil ons mensen daar alleszins hier ook voor bedanken. Ik heb hier de kans om dat voor de voltallige gemeenteraad te doen. En ik wil hen echt feliciteren met het werk dat zij geleverd hebben. Trouwens, u kan het ook zien in de straten van Mol dat er hard gewerkt wordt. Dat de wegenwerken elkaar in sneltrein tempo opvolgen. Dus zeggen dat hier budgetten in 2016 niet besteed werden en dat er onvoldoende correct gebudgeteerd is, dat is niet direct denk ik correct of niet direct goed opgevolgd is qua uitgavenpatroon voorzien in de begroting. Ik kan een aantal zaken opsommen. Ik ga dat ook doen.
Dus eerst en vooral is er wat betreft investeringen in wegen en openbare werken, zijn er een aantal facturen die inderdaad in 2017 ons nog moeten toekomen. Betreft de werken aan Berkenbossen, Molsveld en Lichtenhoeve, waar wij nog een factuur van moeten verwachten. Dat was gebudgeteerd op 178.000 euro. Dat zijn werken die inderdaad vertraging hebben opgelopen en die te wijten zijn aan diverse externe redenen of oorzaken, waar ik nu niet op inga, maar ik wil duidelijk stellen dat het wel degelijk uitgevoerd is en gebudgeteerd is en uitgevoerd zal worden zoals gebudgeteerd. Verder zijn er nog wegenwerken in uitvoering, vertraging geweest in Wezel en hier vlakbij het rioleringsproject Vijverstraat, Perelaan, Bresterdijk, een heel moeilijk project, wat we toch met heel wat hindernissen te nemen tot een goed einde gaan brengen. Dat is al alleszins de intentie van het gemeentebestuur en van PITPA, want wij betalen een deel van de factuur. Maar ook daar zullen wij het budget van 2016 niet gans gefactureerd zien. Een stuk gaat nog komen. Er staat nog ongeveer een bedrag van 150.000 euro open. Dus ook daar is 280.000 euro gebudgeteerd en slechts betaald in 2016 150.000. Dus dat zal u terugvinden in de rekening van 2017. Zo zijn er nog een paar dossiers. Ik verwijs naar poorten in Kruisven, verkeerspoorten die daar geplaatst zijn, 36.000 euro, ook gefactureerd in 2017. Dus zeggen dat we hier inderdaad ons uitgavenpatroon dat we vooropgesteld hadden in de begroting niet halen, is louter te wijten aan een aantal vertragingen in uitvoering, in facturatie. Maar dat is geen afstel. Hè? Dat punt wil ik toch wel duidelijk maken. Uitstel is geen afstel. En dat is eigen aan wegenwerken. Ik wil dat toch even ook nog eens duidelijk stellen. Asfaltcentrales gaan pas open in maart, sluiten in oktober. We moeten minimumtemperatuur hebben van 10 graden om te kunnen laten werken door de aannemers. Enzovoort enzovoort. Ik wil wel zeggen dat we de voorbije jaren heel wat vertraging hebben gekend. En dat ons mensen daar hebben op geanticipeerd. Door nu met kaderopdrachten te werken die 3 jaar lopen. Waardoor aannemers niet telkens opnieuw moeten gegund worden elk jaar. We zijn dat nu aan het volledig ontplooien, die manier van werken. En wij gaan de budgetten die we vooropgesteld hebben in 2017 en die een sterke stijging zijn ten opzichte van de voorgaande jaren, omdat we inderdaad die inhaalbeweging moesten maken, gaan wij hopelijk halen. Ik heb denk ik daar nog een klein detail van. Ik ga u dat toch nog geven. De onderhoudsbudgetten zijn dus verhoogd met 300.000 euro in 2017. En daar hebben wij 250.000 euro ook voor betonwerken en 250.000 euro extra voor fiets- en voetpaden. En wij gaan ervan uit dat we de oorspronkelijke vooropgestelde som van 600.000 euro voor asfalt ook volledig gaan kunnen gunnen in 2017. Dus ik denk dat er heel hard gewerkt wordt op het vlak van openbare werk. Wat betreft patrimonium werd een opmerking gemaakt over minder uitgaven voor gebouwen, onderhoud van gebouwen. Zelfde verhaal, een aantal facturen zullen later binnenkomen. Een aantal facturen vallen ook mee in positieve zin. Ik geef er een paar mee, bijvoorbeeld onderhoudswerken van de sanitaire voorzieningen van de sporthal. Werk waar we heel erg aan gewerkt hebben met eigen mensen, in eigen regie dus, is voorzien voor 78.000 euro en is zeer erg goed meegevallen. We zijn daar met een dikke 40.000 euro ervan afgeraakt om die renovatie te doen. Een 10.000 euro verschil zit er ook in de renovatie op de Maat, jeugdkamp de Maat. Ook school Gompel
is maar voor de helft gefactureerd in 2016. Dus ja, dat zijn een paar zaken die ik meegeef, maar ik wil toch duidelijk stellen dat wij eigenlijk wat betreft het onderhoud van onze gebouwen echt wel de vinger aan de pols houden en dat we proberen van onze gebouwen in goede staat te houden. En als u verwijst naar de vleugel van de academie, dan kan ik zeggen dat wij voor de verwerving van dat gebouw ondertussen al heel wat stappen gezet hebben. Dat was een gebouw dat nog niet in handen was van de gemeente Mol. En dat wij wel degelijk de intentie hebben om dat op korte termijn ook te kunnen verwerven, zodanig dat we daar ook de verdere renovatie kunnen plannen. Voilà. Ik zou voorstellen dat eerst de schepen, André, ja, dat we het een beetje structureel in de hand kunnen houden. Schepen Deks of schepen Van Hoof? Doe maar. Dat is logischer. Ja, er wordt verwezen naar onder andere onderwijs, dat daar niet goed zou gebudgeteerd zijn. Ik vind dit een beetje een vreemde stelling. En ik kan u ook zeggen dat onderwijs doorheen die bundel aan bod komt in die boekhouding. Want dit is geen beleidsdocument, dit is de vaststelling van cijfers. Maar ik ga u ook uitleggen, moest het zo zijn dat er anders gebudgeteerd is aan de werkelijke cijfers, daar is daar een zeer logische verklaring voor, namelijk dat het subsidiebudget dat wij vanuit Brussel naar Mol zien komen afhankelijk is van het aantal ingeschreven leerlingen. En dat aantal ingeschreven leerlingen, dat ken je natuurlijk niet op het moment dat het budget gemaakt wordt. Dat ken je wel op het ogenblik dat de rekeningcijfers er zijn. Nu, ik ben er 100% zeker van dat al het geld dat wij ter beschikking krijgen voor het inrichten van onderwijs ook naar dat onderwijs gaat. En ik kan u zeggen dat ik zelfs geen gemeenteraad nodig heb om dat mee op te volgen, want ik heb daar de nodige directeurs voor. En ik kan u zeggen dat die echt wel geen eurocent laten verloren gaan, want die hebben ook wel elke cent nodig, hè. Heel wat dingen ga je hier niet meteen terugzien, zoals bijvoorbeeld het onderhoud en de poets van de onderwijsgebouwen. Dat is natuurlijk nog een verhaal apart en dat kost echt wel heel wat geld. Hoe werken wij voor het overige? Wel, uiteraard zijn er bepaalde budgetten die mooi over de scholen heen verdeeld worden voor het onderhoud van gebouwen, voor de poets te organiseren, voor de nascholing, voor de ICT en dergelijke. En dan is er een mooie verdeling per leerling en het zijn de directeurs zelf die eigenlijk voor het overgrote deel beslissen hoe zij met die budgetten dan verder omgaan. Nu, soms gebeurt het ook. We kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar de school van Gompel, waar dat binnenkort nieuwbouw zal gerealiseerd zijn en waar dat dan ook heel wat dingen nodig zijn. Laat ons maar zeggen stoelen en banken om het eenvoudig te houden. Natuurlijk zijn er ook scholen die daarvoor sparen en die heel bewust een deel van hun budget reserveren en dat doorschuiven naar een volgend jaar om daar dan heel gericht mee aan de slag te kunnen. Dus ik kan jullie allemaal geruststellen en de techniekers, onze financieel beheerder en haar rechterhand Bert Joris, gaan jullie die cijfers ongetwijfeld mooi op een rijtje kunnen zetten, maar daar gaat echt niks van verloren. En in tegendeel, wij hebben beslist om in Ginderbuiten een gedeeltelijke nieuwbouw te realiseren om het aantal leerlingen daar een plaatsje te kunnen geven dat daar echt wel graag naar school gaat. Dat is een gebouw dat wij volledig financieren met gemeentelijke middelen. Want als we daar de subsidies moeten voor afwachten, dan zijn de leerlingen die daar nu zouden moeten zitten vergevorderd in hun schoolloopbaan. Ik ga nu net niet zeggen dat ze met pensioen gaan, want dat duurt tegenwoordig ook heel lang tegen dat dat mag. Dus dat is eigenlijk een beetje het onderwijsverhaal. Dus dat is afhankelijk van het aantal leerlingen. Maar dat wordt zeer goed opgevolgd dat dat allemaal heel nuttig besteed wordt. En er wordt heel veel door de gemeente Mol nog op dat budget gelegd. Bijvoorbeeld ook naar de realisatie van de groene speelplaatsen voor elke school, waar wij als gemeentelijke overheid gronden aankopen in de buurt van de school om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Nu, hetzelfde verhaal voor de BKO. Ik denk dat vooral de uitdaging is om ieder kind op te vangen. Dat gebeurt momenteel ook voor het overgrote deel.
Hier en daar blijft een kind op de wachtlijst. We proberen ook daar nog de nodige oplossingen voor te zoeken. Maar ik kan jullie zeggen dat we pas nog overgegaan zijn tot het aanwerven van extra mensen in de kinderopvang om het aantal plaatsen te kunnen uitbreiden. Daar is heel grote nood aan. En dat zorgt er ook voor, wat jullie terechte bekommernis is, dat mensen ook gemakkelijk aan de slag kunnen gaan omdat ze een kwalitatief en goed onderkomen hebben voor hun jonge kinderen. En dat is voor ouders zeer belangrijk en daar zorgen wij ook voor. Nu, wat het ondernemersvriendelijk klimaat betreft, wel, ik denk dat MOL nooit het land van de KMO zal worden, omdat we nu eenmaal niet heel sterk zijn in het aantal industrieterreinen dat we hebben, maar we hebben wel twee andere heel sterke pijlers, het handelscentrum en wat jullie visie ook mogen zijn, daar blijf ik absoluut op inzetten, maar ook de toeristische sector. En ik denk dat die voor MOL superbelangrijk is en daar wordt met man en macht elke dag heel veel energie ingestoken. Zijn daar bepaalde budgetten niet meteen uitgegeven? Dat kan, want dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als openbare werken. Dat gebeurt, dat bepaalde projecten gestart worden, maar nog niet afgerond worden in het jaar waarin ze gebudgeteerd worden. Maar dat wordt dan ongetwijfeld vervolgd en dat komt dan wel. Zien wij vooral naar het centrum van MOL? Nee, wij kijken ook naar het centrum van MOL, maar wij kijken zeker ook naar het Rouw. En ik vind het een beetje pijnlijk om dat zo altijd te moeten zeggen, want voor mij is dat ook een stuk van MOL. En daar doen we ook heel erg aan toerisme. Daar werken we ook elke dag samen met de mensen van het Zilvermeer. En daar proberen we met man en macht Captain Jack zo snel mogelijk te laten landen. Dus ik denk, we hoeven het hier niet over beleid te hebben, maar over cijfers vandaag. Die cijfers kloppen. Heel veel mensen zitten daarachter en die werken dagelijks heel hard daaraan. Dus als daar nog vragen bij zijn, dan zou ik heel graag verwijzen naar de techniekers, want die gaan jullie die cijfertjes ongetwijfeld netjes op een rij kunnen zetten. Goed. Ja, Andrea. Wat is de kost van het cultuurcentrum? Dat is inderdaad onze toelage, dat is die €210.000. Zoals u weet, ik heb dat hier al tot in een treur gezegd, hebben we dat verlaagd. Hè. We hebben daar iets meer dan €40.000 in bespaard. Maar dat is die €210.000. Nu, dat is natuurlijk niet alles. Hè. Daar zit niet de personeelskost in. Het personeel van het cultuurcentrum staat op de payroll van het gemeentebestuur. Hè. Dus dat is heel duidelijk. Dus als je de kost wil kennen, moet je dat nog wel met elkaar optellen. Ik heb die oefening zelf nog niet gemaakt. Maar dat kan je redelijk simpel berekenen. Dus dat is eigenlijk het antwoord. Dus de €210.000 plus de kost van het personeel. Ja, dat is veel. Hè. Ons cultuurcentrum kost geld. Maar ik denk dat die hun centrum ook waard zijn. Ik heb al eens gevraagd van, ja, hoe kunnen wij ons benchmarken met Geel, met Herentals, met IJst op den Berg, met ja, Turnhout, dat zal ik nu niet doen. En dat ligt heel moeilijk, omdat elk cultuurcentrum anders werkt. Hè. Dus wij werken met een VZW-structuur, bijvoorbeeld in Herentals is het cultuurcentrum volledig in, het gemeente, in de werking van de gemeentebestuur ingetrokken, ingekapseld. Geel werkt weer op een andere manier, dus die werking of gaan vergelijken en de efficiëntie gaan vergelijken, dan ben je al heel vlug appelen met peren aan het vergelijken. Maar dus, om op uw vraag terug te komen, dus €210.000 plus de personeelskost. Ik stel voor dat we dat samen eens gaan berekenen. Niet exact, ongeveer 20-tal mensen werken op het cultuurcentrum. Ja, er zijn onder andere een 5-tal techniekers. Bijvoorbeeld. Ja. Koen, het wagenpark, uw opmerking begrijp ik eigenlijk niet. We hebben vorig jaar een 4-tal aardgasvoertuigen aangekocht. Het staat ook in de stijgers dat we een elektrisch voertuig gaan aankopen. Het is nu eenmaal zo dat in een bepaald segment bij vrachtwagens, dat je bijna op dit moment nog niet anders kunt dan naar diesel gaan. Maar vanaf het moment dat we een valabel alternatief hebben, kijken we altijd in eerste plaats naar duurzame voertuigen. En we zijn dus al sinds een jaar, anderhalf jaar bezig met die aan te kopen. De tunnel en station,
ik heb samen met Wim een gesprek gehad met de Sprong, met de mensen van Fietspunt. Daar is het de bedoeling dat zij dat in de toekomst ook zouden opnemen in hun onderhoudsbeurt. Dus dat bij de werking van het fietspunt de onderhoud van de tunnel zou worden geïntegreerd. En ja, wat het zwembad betreft, is misschien mijn collega van sport die erop wil antwoorden, maar wat de geothermie betreft is vast en zeker onze intentie om het zwembad op termijn aan te sluiten op warm water van de geothermie. Hè. Dat is zeker een vaste bedoeling. Daar zal voor gezorgd worden. Misschien heel kort, ik kan mij aansluiten bij mijn collega's, ook bij de GroenDienst wordt heel hard en dagelijks heel hard gewerkt. Een rekening is inderdaad een momentopname, maar ik kan alleen maar bevestigen dat wij dit jaar nog meer op onkruidbestrijding, op aanleg van perkjes, op onderhoud van perkjes, plaatkorven extra, dus ja, een momentopname die zal er volgende keer helemaal anders uitzien. Ik wil ook nog eventjes terugkomen op Koen. Zijn opmerking in verband met personeel wil ik toch nog eventjes meegeven dat 64% van de werken die uitbesteed zijn, dat die naar de sociale economie zijn gegaan. Dus ik denk dat dat ook toch wel betekent werk in eigen streek. Ja, ik ga er een beetje op verder. Ik weet niet waar ik eerst moet beginnen, want zowel personeel als armoedebestrijding liggen mij na aan het hart. En ik vind het dan ook jammer dat die twee soms aan elkaar gekoppeld worden. Misschien eerst vertellen rond personeel. We hebben inderdaad een inspanning gedaan. In 2011 hadden we in de gemeente 341,9 voltijds equivalenten. Vandaag de dag is dat 295 mensen. Het is zeker niet zo dat er bespaard wordt op de... Ik neem dat woord niet graag in de mond, maar om te zeggen op de lagere profielen, zoals dat Koen beweert. Het is eenmaal zo dat die leeftijdspyramide daar anders in elkaar zat. Dus we worden geconfronteerd met dat er bij de werkmannen veel meer mensen op pensioen gaan. En het is dan ook zeker niet zo dat wij enkel maar A-niveaus of B-niveaus aanwerven. Integendeel, als je de vacaturelijst bekijkt, en ik wil hem nu graag bezorgen, en daar staan inderdaad heel wat vacatures op, dan zijn er heel veel mensen bij die voor de uitvoeringsdiensten gaan werken. Ik wil ook zeggen dat wij als gemeente ook de sociale economie toch sterk ondersteunen, niet alleen door uit te besteden, zoals Tessa net zei, maar ook door de zorg of de sociale economie campus. We hebben nu het sociale restaurant dat recente deuren heeft geopend. We zitten daar met de Sprong, we zitten daar met Litwina, we zitten daar met Fietspunt. Allee, dat zijn toch ook allemaal bedrijven die dat wij ondersteunen, maatwerkbedrijven. Als er dan gezegd wordt van ja, we laten het los, het personeelsbeleid, dat is dus helemaal niet waar. Maar het is nu eenmaal zo dat we altijd gezegd hebben van we willen inderdaad die 1 of 2 kunnen waarmaken, maar we willen wel de dienstverlening aanhouden. En als je dan ziet dat de vacatures die erbij komen vooral zich situeren in kinderopvang, buitenschools kinderopvang, dat is inderdaad een beleidskeuze en dat is inderdaad, daar moet voor aangeworven worden. Daar wil ik geen woord over terugnemen. Het zijn ook allemaal jobs voor mensen hier in de regio. Onze kinderverzorgers die leveren schitterend werk, maar dat is inderdaad een beleidskeuze. Je kunt ook niet alles zomaar uitbesteden. Als je zegt van ja, enerzijds we zien dat er bepaalde budgetten onderbenut blijven, ja, daar heb je wel mensen voor nodig. En als je dan ziet dat op grondgebiedszaken en de uitvoeringsdiensten we echt handen tekort komen, ja, dan moeten we daar een inspanning doen. En jammer genoeg is de arbeidsmarkt niet van die aard dat je, als je een vacature open verklaart, dat er volgende dag iemand op je dorpel staat. En als dat waar was geweest, dan hadden we al volgens mij nog heel wat meer kunnen investeren. Dat is wat met personeel betreft. Ja, armoedebestrijding, we hebben daar, ik denk vorige week, vorige maand of 2 maanden geleden nog een kort debat over gevoerd. Dat is inderdaad zo dat we daar dat we daar gemeentelijk niet alles in eigen handen hebben. We hebben recent met SPAAK onze nieuwe beloftes voor volgend jaar hier goedgekeurd op de gemeenteraad. Dat zijn beloftes die toch niet min zijn. Activering van leefloongerecht en sociale reflex in het woonoverleg. Maximale kans voor alle kinderen op school. Het zorg tot zorgproject dat we toch willen continueren.
de uitbreiding van de kinderopvang voor Kaanse groepen, een buddy-systeem en een gecoördineerde aanpak voor kinderarmoede. Allee, dat zijn allemaal heel grote projecten, dat is rap afgelezen, maar daar kruipt heel wat werk in. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen, dat wij toch wel, als wat armoedebestrijding betreft, toch wel een van de gemeentes zijn die, jammer genoeg, maar toch wel bij de beste van de klas zit. Hè. Dus die inspanningen die laten we zeker niet los. Ik denk dat dat zo aan mijn punten waren. Goed, ik ga er misschien eventjes op aansluiten. En ik vind dat Thomas eigenlijk nog niet duidelijk genoeg daarin geweest is. In 2011 hadden we op de gemeente 341,9 VTE in dienst. In 2012 338,8, bijna 339 mensen in dienst. 2013, vanaf het begin, hebben we heel duidelijk gezegd van we moeten, om alles financieel haalbaar te maken, zien dat we van alles kunnen doen. Er is het afvalverhaal geweest, er zijn veel kleine dingen geweest en ook in het personeel kijken wat kan. Als je dan weet dat je van 339 naar eind 2017 295 gezakt bent. Dus stel op zich goed uit. Dat zijn 233 VTE die op zich afgebouwd zijn op de gemeente, deze legislatuur op zich. Dan zeg ik dat is een duidelijke kentering. Daar zijn in dienst de mensen keihard voor aan het werken om dat op zich gerealiseerd te krijgen. Dat doe ik mijn petje af voor al die diensten, want met heel wat diensten wil dat zeggen dat het op zich mindere mensen. En dan zien we andere zaken in de bus vallen, waar men zegt van personeelskosten niet onder controle, gemeente is daar fout bezig. Ik kijk op zich al naar de VTE's en je ziet iets. Uiteraard daalt mijn personeelskost niet, want bij een gewone gelijke bezetting, elk jaar komt er 2,5% bij. Je hebt nu eenmaal een index in België die bestaat, je hebt een doorschaling, die bestaan op zich. Maar als je nu nog op het niveau van 2012 zou zitten, dan ben je eigenlijk 12,5% bespaard. Ik vind dat heel serieuze cijfers. Ik heb het ook eens bij het OCMW, want daar dacht ik op zich, zowel met de vergrijzing, de laatste 10 jaar 80% extra 80-plussers, als op zich met het verhaal van een sociale dienst. Hoe zit het daar? Wel, ik heb voor ons nu de laatste jaren bekeken. 1 januari 2015 werd er op het OCMW 222 VTE. Dus 222 VTE, 1 januari 2015. 1 januari 2017 waren het er maar 216,6. We zijn er bijna 5,5 VTE gezakt, wetende dat we iemand extra voor activering van leefloon hebben aangenomen, iemand extra op de dienst immigratie en onthaal, een extra iemand, dankzij minister Homans, met de middelen voor algemeen maatschappelijk werk, iemand extra voor zorg tot zorg, iemand extra voor de Kempense ovenschotels, dat we van de gemeente van een dienst senioren plus een halftijdse overgenomen hebben en nog 2 mensen van de gemeente van het OCMW naar de gemeente overgeheveld hebben, kunnen wij daar zelfs als een 1-op-2 niet-vervanging op zich de laatste jaren stand houden. Dat we dat gaan kunnen blijven doen, dat weet ik ook niet, want we zien inderdaad, gelukkig maar, de budgetbeheren, wachtlijst is momenteel weg. We hebben heel wat extra leefloners, dat is een heel Vlaams gebeuren, zoals Koen op zich zegt, maar daar wordt aan gewerkt. Maar de cijfers zijn heel duidelijk en voor het OCMW heb ik daar een heel goed zicht in. De ondersteunende diensten hebben enorm ingeleverd. Er zijn heel wat mensen van technische dienst, poetsvrouwen, die op pensioen gegaan zijn, niet vervangen. Waar we op zich werk verschoven hebben, dingen geautomatiseerd. We hebben daar hard rond gewerkt op zich. Ook bij de financiële dienst zijn er inspanningen gedaan. Anne is bijvoorbeeld financieel beheerder van de 2 geworden. We zijn daar serieuze stappen aan het zetten. Dus ik vind het een beetje spijtig dat hier soms lijkt alsof van, ze hebben daar wel iets gezegd, maar ze hebben daar geen oog voor gehad. De cijfers zijn heel duidelijk. Op zich hebben wij de laatste jaren daar een kentering in gemaakt. Rond armoede werken, dag in dag uit, doen we dat samen. Thomas en ik, uiteraard met de collega's van gemeenten en OCMW-raad. Vorig jaar is de steuntarief verdubbeld van 70.000 naar 140.000 euro. Heel duidelijk. En op zich vind ik het een beetje raar, dan krijg je vragen rond een aantal dingen. Daar staat 0 euro in, en rond sociale economie en zo. Ja, dat is heel logisch, hè. Er staat een budget van het OCMW. Dit is het boekje van de gemeente. Wij hebben samen een meerjarenplan. Uiteraard staat daar bij het OCMW geen 0 euro in. En als we op 1 ding 4 mol mogen zijn, dan is het verdorie wel onze sociale economie. Meer dan 900 jobs op de Sint-Aplonia-laan alleen, waar dat we de laatste jaren alle uitbreidingen die mogelijk waren nog gekregen hebben. Een stukje geremd zitten met een
ja, momenteel komen er geen extra erkenningen van Vlaanderen uit omdat ze in een besparingsmodus zitten. Trouwens ook nog bij personeel, waar ook nog een besparingsmodus op de GECO's op zich geweest is. Rond taal. Nou, op zich is het toch wel cynisch dat ik 2 jaar geleden gevraagd ben door het VVSG om de good practices van MOL te komen uitleggen wat wij allemaal rond taal voor nieuwkomers doen. Dat we op zich in onze provincie daar als een van de meest vooruitstrevende campusse gemeentes beschouwd worden, waar op tal van manieren op zich taal heel belangrijk geacht wordt. Ik denk 6, 7, 8 verschillende initiatieven. Ik heb er geen probleem mee dat we er nog gaan bijzoeken. Ik sta er 100% achter jullie bekommernis. Maar zo bijna het beeld doen scheppen van een MOL wordt daar niet aan gewerkt. Ja, ik krijg in ieder geval, zowel van Antwerpen als van Brussel, de tegenovergestelde reacties. En daar vraag ik me, MOL, kom eens vertellen hoe dat jullie dat doen. Want andere gemeenten zouden er ook van kunnen gaan leren. We hebben daar het Huis van het Nederlands. Ik kan die mensen gerust gaan bevragen. We hebben de 2 CVO's die enorm veel inspanning daarin doen. We hebben hier Centrum Basiseducatie, hier constant 3 of 4 groepen hebben draaien. We hebben het Praatpunt. Goed, jullie kennen die dingen ook allemaal. Babbelkousje Plus, zo de scharnierleeftijd van 3e kleuterklas, 1e leerjaar, ook rond taal. We zijn op al die dingen bezig. Ik meen dan ook, en ik moet eerlijk zijn dat ik nog een stukje van verschoten ben, dat we ook op het OCMW nog die 5, 6 VTE kunnen bespaard hebben. Bij de gemeente zijn er dat nog veel meer geweest. Dat we daar de goede richting aan het inzetten zijn. Maar goed, het zal blijven verder werken zijn. Maar zo de teneur van, het kan niet op. En bij wijze van spreken met het personeel. En dan er komt een sneeuwbal die niet gestopt kan worden. Ik denk juist, dankzij heel moedig beleid. En daar heel veel beslissingen nemen. En toch de dienstverlening laten standhouden. Dat we daar, wat mij betreft, een ijzersterke prestatie momenteel al neergezet hebben, die we de volgende jaren gaan proberen verder te zetten. Christophe? Of? Nee? Zwembad? Alles gaat goed. Peter? Ja, voorzitter, misschien ter afsluiting. Ik denk 80% van de tussenkomsten die ik gehoord heb, die gaan niet over de rekening, met al respect. U mag voor mij hier dikwijls komen zeggen, ik ben het niet eens met dit en je zou wat meer van dat moeten doen en je zou wat minder van dat moeten doen. Maar dat legt je vast in uw budget, dus ik ga er niet op ingaan. Maar ik sluit me aan bij de vorige spreker, ik ga dat zelfs doen. Ik wil er twee zaken wel uitpikken die wel vragen waren over de rekening. Koen, je hebt eigenlijk een kritische bemerking gemaakt rond het feit dat het misschien toch niet allemaal zo goed geraamd was. Ik zeg u, het was wel goed geraamd en ik bekrijg dat op macroniveau, dat is op het niveau van de gemeente. De cijfers die wij vandaag voorleggen in de rekening, daar gaan veel steden en gemeenten ons jaloers op zijn, dat we die cijfers zo dicht bij elkaar kunnen brengen. Natuurlijk kan ik voorbeelden geven op microniveau, dat het ene wat meer is en het andere wat minder. En ik ga ze na de gemeenteraad samen met de financieel beheerder en de bestuurssecretaris, wil ik ze samen met u gaan bekijken. Maar dat zijn allemaal externe factoren. Als de fiscale ontvangsten wat in plus staan of wat in min staan, daar hebben wij geen enkele vat op. Dat zijn externe factoren. Als bepaalde subsidies vroeger of later komen, dat zijn externe factoren. En die grote verschillen waar het u naar verwijst, wel, dat is allemaal gebaseerd op dergelijke externe factoren. Die zaken die we wel zelf in de hand hebben, daarin hebben we denk ik het voorbije jaar zeer goed werk geleverd. André, ik kom op uw opmerking en daar wil ik wel even op ingaan. De belastingen, ik ga zelfs met u naar huis en we gaan uw 2 laatste belastingbrieven zoeken. En dan gaan we samen vaststellen. En dan gaan we samen vaststellen dat de meest recente belastingbrief zeker geen 26% meer belastingen is dan de voorlaatste. Want zolang als u hier zit, heb je nog nooit een belastingverhoging moeten stemmen. Juist of niet? Je hebt daar nog niet moeten stemmen, omdat we dat ook nog niet hebben ingevoerd. Waar verwijst u naar natuurlijk? Waar verwijst u naar? Dat is dat van het ene en het andere jaar wat kan verschillen, maar niet in uw portemonnee. Maar wel in de kas van de gemeente, omdat er wat sneller of trager wordt ingecoëerd. En niet door ons, dus inderdaad door de FOD-financiën. En dan sluit ik af. Ik denk, en er zijn meerdere collega's die daarnaar verwezen hebben nu, ik heb u daar straks de cijfers genoemd, die we geprikt hebben in 2013 met zeer onzekere positie. Van, we denken dat we het zo gaan doen en we zullen binnen 3, 4 jaar wel zien wat het wordt. Maar het doet misschien pijn, maar we stellen vandaag vast in deze rekening dat de grote bouwstenen die we toen gelegd hebben in 2013, dat die vandaag vanuit financieel oogpunt volledig overeind staan. Hetgeen wat we beloofd hebben op vlak van bijkomende inkomsten en besparingen in de kosten, dat hebben we ook grotendeels gerealiseerd. En dat is het belang van deze rekening. En al die zaken waar dat u niet mee eens bent, we zien elkaar terug in december. Als we het over het budget gaan hebben. Dank u.
Goed, ik heb alleen... Misschien dat ze niet overtuigd zijn. Eén bevoegdheid, of één persoon die redelijke bevoegdheden heeft, waar waarschijnlijk te grote cijfers achter stonden, geen repliek weten geven, maar goed, burgemeester, ik vraag dat ook niet. Ik geef nog heel even kort de kans om, als er nog een korte weerlegging is, heel kort dat te doen. Maar dan stel ik voor dat we het inhoudelijk puur over de rekening houden en dat we dan zelfs dat punt kunnen afsluiten. Koen of André of ja. Berlinde? Ja, Koen. Heel kort. Mijn betoogje straks ging trouwens zuiver enkel en alleen over de rekening. Het kan niet anders dan je soms moet verwijzen naar de begroting natuurlijk. Dat gaat niet anders. Ik weet dat het over de rekening gaat. En ik wil toch nog heel duidelijk zeggen, want ik heb de indruk dat er een aantal mensen gepikeerd zijn over wat ik gezegd heb over armoedebestrijding en zo. En ik weet dat die inzet groot is en mol. Maar mijn eindconclusie was eigenlijk dat die financiële ruimte die we nu hebben op de begroting, op de jaarrekening, op het financieel budget van de gemeente, dat er kan over nagedacht worden om dat in te zetten op de juiste manier als het volgend jaar over de begroting gaat. Of dit jaar over de begroting gaat. En dat kan dienen voor een groot stuk voor de mensen die het nodig hebben. En dan heb ik het niet alleen over de mensen die aankloppen bij het OCMW en waarvoor armoedehulp nodig is, maar ook die stijgende groep van mensen die aanschurken tegen de armoedegrens en die bijvoorbeeld geholpen zouden zijn met een lagere belasting. Dank u, Koen. André? Ik wou even nog op Hans. Hans, er is dus 1,3 miljoen euro minder uitgegeven aan wegenwerken. Het budget volgend jaar is dus al een pak hoger, heb ik gezien. Zitten die daar al in of gaat die 1,3 daar nog eens bovenop gaan? Ja, ik heb u gezegd, we zitten dus met een vertragend effect naar facturatie. En dat komt natuurlijk ook deels door de planning. En door het feit dat we elk jaar in het verleden moesten aanbesteden. Nu met dat raamcontract loopt dat over 3 jaar. Moeten wij dus die aanbestedingsresultaten niet afwachten. Die aanbestedingen starten altijd klassiek bij aanvang van een nieuw begrotingsjaar. Vooraleer de aannemer aangeduid is, zijn we al heel de procedure doorlopen. Dat zijn we al 2 maanden of 3 maanden verder. Dus dat is nu eigenlijk opgelost. En door de verhoging van die budgetten die ik net heb opgesomd, slagen wij erin om eigenlijk de budgetten die de voorgaande jaren niet tijdig hadden kunnen uitgegeven worden, om die in 1 jaar in te halen. Dus ik denk, slotsom, we kunnen dat verrekening eens maken, denk ik. Als we de jaarlijkse budgetten hadden aangehouden zonder ze te verhogen in 2017, dat we einde legislatuur ongeveer met hetzelfde uitgavenpatroon zouden zitten dan wat we hadden vooropgesteld in de meerjarenplanning bij aanvang. Is dat een antwoord op uw vraag? En dat volst... Ja, en dan nog één klein ding. Ik heb niet gezegd dat de belastingen naar omhoog gegaan zijn. Ik heb dat gewoon... In het kader van 1 mei, er zijn er ook van die uitspraken gedaan, maar het is wel zo dat die fiscale inkomsten wel fors gestegen zijn dit jaar. Wordt de inkomsten die volgend jaar kunnen minder zijn dan weer? Het is al 2 jaar erbij dat het in stijgende lijn is, dus ik ga dat volgend jaar bekijken. André, mag ik u uitnodigen om het tabelletje van de financiële beheerder ter zake vast te nemen? Dat gaat er veel meer en veel wijzer uit worden dan uit rekeningscijfers, want dat geeft per aanslagjaar de evolutie. En dan gaat je niet die stijgingen zien. Wel, doe gerust. Goed. Berlinde, had u nog een... Nee? Dan vraag ik toch om de aanvaarding van de jaarrekening 2016 ter stemming te leggen. En burgemeester. Ja. 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 De vaststelling. Onthouding. Ja. Goed, dank u collega's. Dan zou ik willen voorstellen van puntje 5 tot en met 14 in een gezamenlijke goedkeuring te vragen of advies, want hier moeten we enkel advies vragen. En dat betreft de rekeningen van de kerkfabrieken. Met puntje 14, de protestantse kerk in Balen als laatste. Kan iedereen daar gunstig op adviseren of zijn daar vragen over? Iedereen oké? Dank u wel dan, collega's.
Dan gaan we naar puntje 15. En dat betreft de noodhulp voor, met betrekking tot de hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten. Wij ontvingen een aanvraag van het consortium 1212 voor het toekennen van noodhulp aan 4 landen in Afrika en het Midden-Oosten die getroffen zijn door ernstige hongersnood. De dienst ontwikkelingssamenwerking vraagt om €3.250. Anne en Joris, dank u voor uw aanwezigheid trouwens. En voor uw assistentie, dank u. Bert. Om €3.250 uit het budget voor noodhulp toe te kennen. De Derde Wereldraad gaf een positief advies hiervoor. Aan deze raad wordt gevraagd dit ook te willen goedkeuren. Iedereen akkoord? Berlinde. Want een enkele jaren geleden heeft Vlaams Belang daar ook geld aan willen storten, hebben ze niet aanvaard. Dus het speelt eigenlijk ook nog een rol van wie het geld komt. En je bent ook niet zeker waar het terecht komt. Dus jullie, dus gaan niet akkoord. Jullie stemmen tegen of onthouden zich? Tegen. Tegen. De andere fracties gaan akkoord? Wij gaan het goedkeuren. We zouden niet durven om het af te keuren. Maar ik ga er toch een bedenking bij formuleren. Maar ik ga dat doen na het volgende punt. Wat we ook gaan goedkeuren. Maar ik zou dan een bedenking willen formuleren bij die twee punten. Goed dan. Goed, dan zijn we nu bij puntje 16. En dat is de verdeling van de subsidie 2017 voor de personen met een handicap. Daarvan de verenigingen althans. De adviesraad voor die personen met een handicap verleende hiervoor gunstig advies in zitting van 15 maart. En aan deze raad wordt de goedkeuring hiervoor gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. En dan Piet, graag. Ja, wel, ik zou daar eens een korte bezinning willen over houden, over die twee punten. Kort, hè? Niet kort. Ik zou een pleidooi willen houden om in het vervolg, naar aanleiding van een nieuwe coalitievorming, dit soort subsidies af te schaffen. Niet omdat het veel opbrengt, want het gaat niet om zoveel geld. Als je het allemaal optelt, wat ik bedoel, gaat het over €250.000... over de hele legislatuur. Maar ik vind het eigenlijk een voorbeeld. Ja, slecht bestuur. Het is geen goed bestuur. Waar heb ik het over? Dus ik heb het. Ik grijp dan terug naar het. De rekening. De rekening. En het gaat dus over beleidsdoelstelling 007. En het gaat dan concreet over 007-002. De subsidies aan de socioculturele verenigingen, de amateurkunsten en aan de verenigingen voor personen met een beperking. En over de jaarlijkse dotatie voor rampen, wanneer die hier of daar gebeuren. Ik heb het niet over Noord-Zuidwerking en ook niet over sportclubs, omdat dat met onderwijs meer te maken heeft en meer structureel doorwerkt. Voor alle duidelijkheid, ik zou willen pleiten om dat af te schaffen, nu niet, dit jaar, maar in een volgende legislatuur, in het kader van een dubbele bezinning. 1. Over kerntaken van een lokale overheid. En mits goed gecommuniceerd naar de burger, want je krijgt dat niet zo gemakkelijk verkocht. De meesten gaan dat niet durven. En ten tweede, ook rekening houden gewoon algemeen met de belastingdruk. De reden waarom wij altijd zitten te besparen. En het feit dat in België de gecombineerde overheden, en ik heb het dan niet alleen over de gemeenten, maar ook over provincies, over Vlaanderen en België, met een zeer hoge belastingdruk zitten. Dat weten jullie allemaal. Goed, over welke cijfers gaat het dan? Wel, €250.000 over de hele legislatuur. €24.000 per jaar voor de mensen met een handicap, beperking zeggen we beter. €30.000 per jaar over de amateurverenigingen en de socioculturele verenigingen. En dan voor de rampen een goede €40.000. Dus niet de grote bedragen, maar zie dat tegen de achtergrond van die kerntaken moeten wij dat dicht doen. En die belastingdruk gewoon. Het moet ergens beginnen. Waarom breng ik dat nu te berde? Wel, omdat het dus nu terug passeren, zowel in de jaarrekening als hier in de lopende agenda. En het stoot mij altijd voor de borst, omdat ik het zeer irrationeel vind. En ik wil op een rationele manier aan politiek doen. Toen ik klein was, geloofde ik in de Sint. Die kwam ieder jaar langs, bracht cadeautjes, geen al te grote. Maar toen hij niet meer passeerde, vond ik dat wel erg. Maar ik heb er mij wel direct aan aangepast. Ik denk dat de gemeente met die subsidies ook Sint-Niklaas speelt. En wanneer ze die afschaft, een paar vieze gezichten gaat zien. En dat het daar voor de rest ook zal bij blijven. Die verenigingen gaan daarom niet minder initiatieven nemen. En die gaan ook niet ophouden te bestaan.
Misschien wordt het moeilijker, misschien doen ze één activiteit minder per jaar, maar ze gaan niet verdwijnen. Daar is goed wil genoeg voor in onze samenleving. Dus ja, het is een soort van Sint-Niklaas, iets wat de gemeente uitdeelt, snoepjes waar men kinderen mee koesthoudt, waar men de gemeente mee koesthoudt aan het lijntje houdt. Om het nog wat verder af te bakenen, wil ik dus nog eens terugkomen op 007-002. Ik heb het dan niet over het eerste puntje daar, de logistieke steun aan verenigingen. De logistieke steun aan de verenigingen ter beschikking stellen van de infrastructuur. En ik heb het ook zeker niet over de gemeenschapsvormende initiatieven, als daar zijn, Molins Seine, het ambassadeurschap enzovoort. Dat zijn zaken die structureel verdiepend zijn, op termijn werken. Het gaat mij alleen om dat periodiek uitdelen van dat geld, dat eeuwigdurende subsidie-infuus. Nu, dat ziet dus volgens mij fout. Waarom ziet dat volgens mij fout? Wel, ten eerste omdat het volgens mij niet nodig is. Het is volgens mij niet nodig. In het plan lezen we, geven derden een financiële duw in de rug om initiatieven te organiseren. Die derden, dat zijn de verenigingen. Wel, mij maak je niet wijs dat die dat zonder die subsidie ook niet zouden kunnen. En mij maak je ook niet wijs dat ze zouden verdwijnen, ophouden te bestaan. Feit is, en ik denk dat de meesten hier rond de tafel dat goed weten, dat die verenigingen zelf dat geld bij elkaar kunnen krijgen. Ik durf een ruwe schatting te maken, als een vereniging 1000 euro subsidies heeft, dan zit daar 100 euro van de gemeente tussen. Orde van grootte. Waarom moet de gemeente dat geven? Ze krijgen het toch bij elkaar. Ik noem een paar voorbeelden. Bonnetjes verkopen voor de tombola. Krijg ze elke dag, elk weekend aan, nee, geregeld aan mijn deur. Wafelverkoop. Mosselfestijnen. Andere eetfestijnen, in orde van wat het opbrengt. Fuiven. Ik ga geen namen noemen van fuiven, maar er zijn er die goed opbrengen. En dan donaties van privépersonen en dan sponsoring door bedrijven. Dus volgens mij zijn die subsidies niet nodig. Maar als ze niet nodig zijn, waarom doen we het dan? Wel, we doen het omdat we het doen. Het wordt aangeboden omdat het aangeboden wordt. Het aanbod, vrienden, schept de vraag. Het is het aanbod dat de vraag schept. Als u het morgen afschaft, krijgt u daar geen vraag meer naar. Want waarom zouden die verenigingen die subsidies niet aannemen als u ze aanbiedt? Ze nemen ze aan omdat u ze aanbiedt. Het aanbod schept de vraag. Het zou niet rationeel zijn in hoofden van een vereniging om als ze een cadeau krijgen van dan niet aan te bieden. Elke econoom zal u dat bevestigen. Dus het heeft eigenlijk geen zin. Sommige verenigingen zullen misschien zeggen, ik doe het niet, want het sop is de kool niet waard. Als ik daar altijd moet gaan zitten naar rekenen en dossiers indienen om die subsidie te krijgen, ik kan beter de baan opgaan naar bedrijven en daar sponsoring vragen. Op die avond dat ik dat dossier invul, heb ik misschien meer binnengehaald. Hoeveel van onder ons hebben het zinnetje al niet gehoord? Heb je al een keer nagekeken of je daar geen subsidie kan voor krijgen? Goed. De tweede reden waarom het volgens mij fout is, is omdat het gebeurt met geld van een ander, met een belastingbetaler, met die zijn geld. Als een bedrijf of een privaatpersoon een initiatief sponsort, doet hij dat met zijn eigen geld en dan geeft hij dat aan wie hij dat wil geven. Nu deelt de gemeente dat uit met geld van anderen, speelt het Sint-Niklaas. En dan denk ik terug aan die belastingdruk in ons land. Die is dus ontzettend hoog. Ik heb daar al eens naar verwezen, een studie van de OESO, becommentarieerd door professor Moezen. Je kan, wanneer je OESO-landen vergelijkt met elkaar, een lijst opstellen van landen volgens hoogte van de belastingdruk. Van 1 naar, in afdalende orde. En dan staat België daar op de 6e plaats. Maar diezelfde OESO test uit hoe de mensen de service, de efficiëntie en de effectiviteit dus van een overheid evalueren. En dan staan wij op de 13e plaats. Nu, je zou verwachten dat België, als het op de 6e plaats staat qua belastingdruk, dat het dan ook minstens op de 6e plaats staat van service, maar het staat op de 13e plaats. Volgens economen gaat het verschil om 8 miljard euro. Dat is zowat het bedrag dat onze overheden elk jaar moeten besparen, dacht ik. 8 miljard euro, dat wil zeggen dat in het algemeen, ik heb het nu niet meer over de gemeenten, maar ik heb het over iets, een politieke cultuur in ons land die ook in gemeenten zit. Dus dat betekent dat de overheid
dezelfde of 8 miljard minder belastingen zou moeten heffen voor dezelfde service, of voor dezelfde hoeveelheid belastingen een veel betere service kan bieden. Goed, wat zijn dan de alternatieven? Wel, het afschaffen van die subsidies zou een eerste aanzet kunnen zijn om belastingen te verlagen. Hoezo? Wel, dat fameus bedrag dat ik daar genoemd heb, maar dat niet alleen. Want je hebt ook de overheid die ermee samenhangt. Dus de ambtenaren die het moeten zitten uitrekenen. En dan de mensen in de verenigingen zelf die er hun tijd ook in steken en die dat voor iets anders nuttig zouden kunnen gebruiken. Dus dat is één ding. Dus die belastingen verlagen, dat is toch iets waar de liberalen zouden moeten mee akkoord kunnen gaan. Dat is dus één ding. Dus bij de vorming van een volgende coalitie zou ik voorstellen om dit te overwegen. Maar je hoeft daarom niet de belastingen te verlagen. Je kan dat geld ook voor iets anders gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld voor die logistieke poot, om die nog wat beter uit te werken. Of om die gemeenschapsvorderende, bevorderende initiatieven, zoals Molinsijnen enzovoort, om dat wat beter te subsidiëren. De CD&V's die gaan dat gemeenschapsverbindende zeker goed vinden en allicht zijn er bij N-VA ook mensen. Wat liefst? Tuurlijk, ja. En waarom zou je het niet aan de armenwerking geven? Er zitten hier ook socialisten in de zaal die daarop inzetten. Je kan dat geld bijvoorbeeld gebruiken om met de mensen van ons huis, de mensen die het woord nemen, om naar bijvoorbeeld performances te gaan van Tutti Fratelli met de Philharmonie enzovoort. De Dreigroschenoper van Brecht. Ik geef maar een voorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Allemaal zaken waar je dat geld anders zou kunnen voor gebruiken. Je zou dus aan Bildung kunnen doen of volksverheffing iets heel anders dan Molfeest bijvoorbeeld. Goed, tenslotte het geld voor de ramp. Ik zei het, ja, we zouden het eigenlijk niet durven wegstemmen. Inderdaad, het ligt emotioneel. Maar dat is het ook alleen maar. Het is emotioneel, het is puur sentiment. Dat initiatief is zo arbitrair als dat het groot is. 6.500 euro per jaar. Zijt je niet verlegen? Zo weinig. Terwijl er zoveel leed in de wereld is. Waarom geen 100 of geen 200.000? Waarom een abbekrats van 6.500 euro? Beste vrienden, we doen dat beter niet. Laat dat over aan het middenveld. Het is ook arbitrair. Waarom geef je het aan het een en niet aan het ander? Het heeft gewoon te maken met wat politiek correct is, in de media komt, wat emotioneel is. Je surft gewoon mee op, ja, de puntje van de dag. En het is geen echte solidariteit. Als de overheid wat efficiënter en effectiever zou zijn en beter haar kerntaken zou bepalen en minder belastingen zou heffen, dan hebben de burgers een groter beschikbaar inkomen. Het is niet aan de overheid om paternalistisch in plaats van die mensen te zeggen en je gaat daar nu daar aan geven. Dan geven die mensen dat zelf. Er is genoeg goedwil in onze samenleving voorhanden om dat te doen. Voilà, dat is het. 5 minuten politieke moed, meer is daar niet voor nodig. Dank u voor uw aandacht. Burgemeester. Piet, ik moet zeggen, ik heb met heel veel aandacht naar u geluisterd. Alleen verbaast het me een klein beetje. Gericht u tot de SPA, gericht u tot de CD&V en de Open VLD, maar ga nu mij tot uw fractie richten. Is dit een partijstandpunt? Ik mag toch aannemen van wel, nu spreek ik eens naar de N-VA-fractie. Ik mag aannemen dat dit... Allee, kijk even naar de fractie. Ik heb daar straks gevraagd, zouden we dat in ons... Dat dit een partijstandpunt is. Van ons lokaal wel, ja. Niets begeleid met flankerende maatregelen en goed gecommuniceerd en binnen de context van kerntakendebat. Voilà. En we nemen er eigenlijk van. Maar wat ik ook eigenaardig vind, goede ideeën, die moet je niet opsparen naar een volgende coalitie. Ik begrijp niet dat je zegt van kijk, we hebben een goed voorstel, lanceer dat inderdaad. En hetgeen je nu zegt, doe dat niet tussen twee puntjes in, maar maak er een punt van. En maak uw standpunt als fractie bekend naar al die verenigingen toe. Dus een duidelijk standpunt, ik heb er respect voor, maar maak het duidelijk. Ik begrijp niet goed dat je zegt, we gaan wachten tot een volgende coalitie. Goeie ideeën, die moeten nu brengen. Ik heb daar met sommige verenigingen al gesprekken over gehad. Ja, maar... En die zitten op mijn hoofd. Ik ga niet over gesprekken hebben, ik heb het over die 5 minuten politieke moed. Alleen gezegd, wij moeten 5 minuten politieke moed hebben, maar jij wacht op een volgende coalitie. Breng dat punt. Het is een partijstandpunt, heb ik van u begrepen, van uw fractie. Breng dat. We zullen dat in overweging brengen. Maar ook van uw kant, 5 minuten politieke moed.
Dus zeg dat, breng dat. We zullen dan onze reactie er wel op geven, maar breng het dan. Je hebt ook 5 minuten politieke moed, maar we hebben ondertussen genoteerd dat dit, wat jij gebracht hebt, een partijstandpunt is. Oké. Maar dan acte. Oké. Yep. Dank u dan, Piet en Paul, voor jullie... Ja, ik wil daar toch nog heel kort iets op zeggen, want... Thomas. Ja, ik kan het me niet houden, maar ik kan het heel kort. Allee, ik begrijp soms de schizofrenie niet, hè. Allee, als je dan zegt dat je iets... dat je veel te weinig doet voor personen met een handicap. Ik weet niet of dat je ooit eens met al die verenigingen aan tafel hebt gezeten. Dat zijn soms mensen met bestuurtjes van 4 personen. Die hebben niet de mensen, nog de fysieke middelen, kracht om... al is het maar een tombola te organiseren of een fuif, al waren het. Allee, ik begrijp dit echt niet. Ik vraag me elke keer wat Wendy daarvan denkt, want ik heb die daar toch al heel andere zaken Wendy, over horen zeggen. Wendy, zullen het uitklaren hoe het zit, maar ik vind het wel heel pijnlijk dat je nu net de verenigingen die het minste draagkracht hebben om die activiteit te doen, die dat waarderen, dat steuntje. En dat is inderdaad geen massa geld, maar dat wordt elk jaar goed gewaardeerd. Daar hangt ook de subsidie, daar hangt ook het jaarverslag aan vast, et cetera, et cetera. Dat je die er oppakt en dat je dan zegt, ja, sport, dat is toch iets anders. Misschien ook eens nadenken over wat je gaat doen met subsidies voor jeugdwerking. Maar dat is misschien dan toch ook iets anders. Dat heb ik niet gezegd. Je moet man en paard noemen. Ik snap daar echt geen bal van. Nee, ja. Kijk, die lift in de academie, hè, voor 250.000 euro had je er ook 2-3 kunnen zetten. Hè. Dat is ook een maatregel die mensen met een beperking zouden geaccepteerd hebben. Het gaat over beleid, het gaat over structureel beleid en 300 euro is weinig. Geef dan meer. Ja. André, u had nog een kleine... Ja, schizofreen is iets voor bij de psychiater. Je moet het maar kunnen op 10 minuten tijd gewoon van gedacht veranderen. Maar verander niet van gedacht, maar ik wil... André, aan u het woord. Ja, er wordt zo gezegd van die kleine vereniging. Ik zie hier bijvoorbeeld staan de Ludwina Stichting, de Witte Mol, de Brand. Ik weet niet of dat die met die 300, of dat die 300 euro extra nog nodig hebben. Ik denk dat die langs heel veel kanten en terecht gesteund worden. Maar waarom moet er nog eens die 300 bij? Ik denk dat ook een stuk is. Ik stem er nou tegen. Nee. Ze hebben er punt gemaakt. Kijk. Mensen, ik denk dat... Dat zijn geen kleine verenigingen, hè? De Ludwina Stichting. Je hebt zelf nu aangehaald hoeveel mensen dat daar werken. Maar gaat die 300 euro... Ja, André, dat is juist. Maar fiets er niet doorheen. Hè? Ik word graag over politieke moed aangesproken, maar wees dan een beetje consequent en breng dat punt als een partijstandpunt. Dat weten we dat dat is. Breng dat voorstel. Maar het wordt hier besproken tussen een en ander door. Wel, stel voor dat jullie dat allemaal willen afschaffen. We zullen dat in overweging nemen, maar breng het dan even. Dat is ook een vorm van politieke moed. En als je dat als een beschouwing geeft, Piet, individueel kan ik dat begrijpen, maar gericht u dan tot 3 fracties van de meerderheid. Vandaar dat ik mijn vragen nu terugstel. Is dat ook van u een partijstandpunt? Maar dat hebben we dus begrepen dat dat zo is. Oké. Dank u ieder voor zijn inbreng op dit punt. Dan zijn we bij puntje 17 terechtgekomen. En dat is een aanpassing van de reglementen op subsidies voor het jeugdwerk. In het huidige reglement verliezen verenigingen subsidies als ze niet in orde zijn met het aantal attesten animator. De aanpassing in het reglement betekent dat een vereniging de subsidie met 75% kan recupereren van het vorige werkjaar als ze bij de start van het nieuwe werkjaar wel kan aantonen over voldoende attesten animator te kunnen beschikken. De jeugdraad verleende hierin een positief advies. Gevraagd wordt aan de raad dit goed te keuren. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Dan puntje 18, dat is de aankoop van wielader en daarvoor de lastvoorwaarden en gunningswijze. Het betreft een open offerteaanvraag. De raming is geschat op BTW inclusief 167.157,87 euro. En aan de raad wordt gevraagd deze lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord, André? Of Koen, excuseer.
Wel, voorzitter. Wij gaan dit punt goedkeuren. Nu, ik heb daar straks gezegd dat ik nog niet echt een mentaliteitswijziging zie bij het, laat zeggen, het milieu en het wagenpark. En dit is weer een voorbeeld daarvan. Er bestaan zeer goede wieladers van, door elektriciteit aangestuurd, die perfect kunnen functioneren, die even krachtig zijn dan de dingen op diesel of op benzine. En wat zie ik nu? Dus de weging van het aantal punten. Het aantal punten gaat op 130. En het milieu- en brandstofverbruik zit op 5 punten van de 130 met het laagste. Dat is het enige wat ik er wil over zeggen. Okay. Maar wij keuren het goed. Dank u. Puntje 19 is een gelijkaardige punt in verband met de aankoop en leveren van nieuwe borstelwagen. Het betreft ook een open offerte aanvraag voor een raming btw inclusief van €407.274,59. Ook aan de Raad wordt de lastvoorwaarden en gunningswijze gevraagd goedkeuren. Ja, Jan. Kan die borstelwagen ook het onkruid wegkrabben? Of is dat gewoon om het vuil beginnen te scheren eigenlijk? Dat is ook de bedoeling dat hij inderdaad het onkruid mee verwijdert op die manier, ja. Oké. Iedereen akkoord dus, hè? Ja? Puntje 20 is het vernieuwen van de serverinfrastructuur voor de gemeente en het OCMW. Het betreft ook een open offerte aanvraag voor een totaalbedrag van €474.658,80, inclusief BTW, waarvan €268.426,40 voor de gemeente en €206.232,40 ten laste van het OCMW. Jan. Wordt hier eigenlijk iedere avond een backup gemaakt of is dat één keer per week? En hoe lang wordt die eigenlijk bijgehouden? Schepen van Rompuy. Jan, hier worden regelmatig backups gemaakt, of dat elke dag is, ik denk van wel. Ik kan er zeker voor het OCMW op antwoorden. Dagelijks en op twee verschillende plaatsen worden die bijgehouden. Zowel in het woonzorgcentrum als in de sociale dienst. Moest dan een van de twee iets met brand of zo, dat het aangeeft? Want momenteel met die virussen, de Zavirussen, die staan op die backup en die kunnen pas na een maand of iets geactiveerd worden. Dus daarom is het ook belangrijk dat je die lang genoeg bijhoudt. Hè. Goed, is iedereen akkoord met deze vernieuwing van infrastructuur? Ja? Dank u. Dan puntje 21 is het aanpassen van de zones voor bewonersparkeren. Dat geeft meer mogelijkheden voor de bewoners. Voorgesteld wordt om de bestaande zone 4 en 6 samen te voegen, als ook de zone 5 en 7 in elkaar te laten vloeien. Voorgesteld wordt de nieuwe reglementering te laten ingaan op 1 augustus van dit jaar en het voorstel van nieuwe parkeerzones werd uitvoerig besproken met de firma Basics Park op 3 maart 2017. Door deze hervorming zal ook het bestaande reglement aangepast moeten worden en deze aanpassing zal zo dadelijk in deze gemeenteraad ook kunnen goedgekeurd worden. Iedereen akkoord? André? Ik stel me de vraag of dat er budgetair geen marge is om een eerste kaart, een eerste bewonerskaart gratis te maken, want dat is eigenlijk toch een vorm weer al zaken die de mensen extra moeten gaan betalen die toevallig in het centrum wonen en die daar toch die parkeerplaatsen hebben. De vraag is, is er mogelijkheid budgetair eerste om kaart de eerste gratis. Kaart gratis te maken? Schepen van Rompuy of Schepen van Hof? Ja, zoals je het straks gezien hebt, is die mogelijkheid er, ja. Maar of dat verstandig is, dat is nog iets anders. Is een eerste bewonerskaart ook betalend, weliswaar goedkoper dan een tweede. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste, er wordt natuurlijk een inname gedaan van het openbaar domein. En daar wordt dus voor betaald. Wat eigenlijk logisch is. Plus, je moet ook de bedenking maken. Het is zo, dus dat ik zit niet echt op die markt, maar wat kost een parkeergarage voor een jaar hier in Mol Centrum? Dan hoor ik daar toch vaak prijzen van €400 per jaar, €500 per jaar, €600 per jaar. Dan is €50 niet veel
in die verhouding. Dus wij zijn nog altijd van het standpunt dat wij zoveel mogelijk wagens uit het straatbeeld willen. Dus dit is ook een beetje een zetje, een stimulans in de richting van de mensen van, ik weet dat het niet voor iedereen praktisch haalbaar is, maar voor een aantal mensen wel, om die auto uit het straatbeeld te halen. Dus dat is de motivatie waarom dat we toch vasthouden aan die 50 euro, die trouwens al sinds de invoering van de euro 2002 50 euro is, maar die is nog nooit geïndexeerd. Wat eigenlijk wil zeggen dus dat het eigenlijk in de praktijk ondertussen toch al wel een pak lager ligt dan het toen het geval was. Ja, maar mijn vraag opnieuw, kunnen wij dit goedkeuren? Iedereen daarmee akkoord? Ja. Dan puntje 22 is de retributie op dat langdurig parkeren met officiële bewonerskaart in de zones waar een beperking van parkeertijd geldt. En dit voor het aanslagjaar augustus 2017 tot en met 2019. U kon de adviezen van de diverse diensten daarvoor lezen die gunstig waren. Ik vraag aan jullie of jullie akkoord zijn met de aanpassing van deze retributie. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Dan puntje 23. Dat betreft het aanleggen van parkeerplaatsen en van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op diverse plaatsen. Eentje is in de Jacob Smitslaan, die zou worden aangebracht. Een specifieke plaats voor personen met een handicap. Dan op een plaats in het Kruisven, dat is naar aanleiding van klachten van wild parkeren van vrachtwagens op de parkeerstrook aan de begraafplaats. En hier heeft het gemeentebestuur besloten om parkeervakken te schilderen op deze parkeerstroken. Ook twee parkeerplaatsen voor minder valide worden hier voorzien. En dan op een derde locatie, daar is de vraag van VSPW en de lagere vrije basisschool achter Bos. Hier zijn parkeerplaatsen geschilderd in de Sint-Jozef-Calazanstraat. Eén parkeerplaats zal daar ook voor minder validen of gehandicapten worden voorzien. Aan de raad wordt gevraagd dit mee goed te keuren. Hans. Ik heb nog een aanvulling. Dat zijn drie heel goede projecten uiteraard. Maar er is nog een plaats waar dat er een parkeerplaats is voor mensen met een beperking, waar die niet optimaal is, en dat is aan de Zwaan. Dat is ook al op RTV geweest. Daar kan volgens mij met een heel kleine ingreep wel een verbetering aan gebeuren door het verplaatsen van de paal van het bord naar een andere parkeerplaats. Die paal is ooit al eens verplaatst geweest, want als we op Google Maps kijken, dan stond je elders dan de plaats waar het nu staat. En eigenlijk was de vraag naar de stand van zaken in het dossier. Ja, dat klopt, Hans. Het is eigenlijk zo dat we met de adviesraad voor personen met een handicap, dat we recent, verleden week woensdag was het, dat we alle parkeerplaatsen in het centrum bekeken hebben. We zijn fysiek met een wagen, met een rolstoellift, zijn we elke parkeerplaats gaan uittesten. We zijn nu bezig om al die bemerkingen in kaart te brengen en inderdaad te kijken waar dat we iets kunnen doen. Het is niet altijd een gemakkelijk verhaal, omdat soms is het inderdaad voor mensen met een rolstoel beter om een parkeerplaats te verwisselen met een andere. Maar vaak zie je dat voor mensen die slechter de been zijn, die ergens dichtbij moeten parkeren, dat weer niet de beste oplossing is. Maar we hebben wel een aantal dingen in kaart gebracht die we nu samen met de verkeersdienst gaan bekijken. En dat verslag zal ook op de adviesraad komen. En dan zal ik u ook wel een kopieke bezorgen van wat de vaststelling is rond een aantal parkeerplaatsen. Maar het is inderdaad zo dat met een klein aantal ingrepen wel wat mogelijk is. Ja. Goed, Hans. Kunnen wij met z'n allen dat goedkeuren? Puntje 23. Iedereen akkoord? Dank u. Dan puntje 24 is de jaarrekening van de EVA VZW Cultuurcentrum. De algemeen vergadering keurde deze gaf een gunstig advies op 18 april. Samen met een positief verslag van de bedrijfsrevisor. De goedkeuring hiervan wordt gevraagd. Ja, André. Ik zie in de jaarrekening dat de liquide middelen dat die toch wel fors toenemen. Dat daar op deze moment een spaarpot is. Ik denk toch dat dat een spaarpot is van 761.422. Dat is toch een stijging op 3 jaar tijd van 316.214 euro. Uh, is,
Is dat inderdaad een spaarpot? En zo ja, moet dan de toelage van de gemeente dan niet herbekeken worden? Als je toch, het kan toch niet de bedoeling zijn dat de toelagen van de gemeenten gebruikt worden om de spaarpot te gaan aanleggen? Schepen van Hof? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Natuurlijk, er moet wel centen zijn om te kunnen werken. Maar het is zeker niet de bedoeling om een grote spaarpot aan te leggen. Ja, we hebben dus eerst en vooral die toelagen al verminderd. Dat is ook de reden waarom dat ook het overschot dat er in 2016 op die jaarrekening was, dat dat lager lag dan in de twee jaren daarvoor. Het is juist dat de voorbije jaren ons cultuurcentrum goed geboerd heeft. Dat daar in de kas nu inderdaad meer zit dan dat vroeger was. Maar we hebben tegelijkertijd in onze samenwerkingsovereenkomst 3 jaar geleden ook besloten dat de VZW ook een aantal roerende goederen kan aankopen. Hè, zodat die niet meer op de gemeentebegroting kunnen. Ik geef daar een voorbeeld van. De relighting die we gaan doen in de tentoonstellingsruimte zal door de VZW bekostigd worden. Dat heeft een aantal voordelen. Dat is minder administratie. Maar het is een terecht punt dat u aanhaalt. Van, ja, moet dat altijd meer en meer zijn? Dat is een discussie die inderdaad moet gevoerd worden. Ik denk het niveau waar we nu zitten, dat wat mij betreft echt wel een maximum is en dat we moeten gaan kijken hoe dat we dat in de toekomst oplossen. Want ik zie dat ze voor het budget 2018 gewoon die 210.000 euro jaarlijkse toelage van de gemeente, dat blijft maar gewoon... Dat zit in onze meerjarenplanning, hè. Dat is zo beslist in het begin van de legislatuur. Ja. Dus die daling is toen al beslist en zit er voor 2018 en 2019 ook nog in. Oké. Okay. Kunnen wij dat goed? Wij gaan ons onthouden. Onthouden voor de N-VA-fractie. Goed, dank u. Dan puntje 25 is het budget 2018 voor de EVA Cultuurcentrum. De algemene vergadering van dit cultuurcentrum keurde de begroting 2018 goed op 18 april 2017. Daar stond een klein zetduiveltje. Foutje van 2016 moet 2017 zijn. Iedereen akkoord met het budget? André? Onthouding ook. Ook onthouding, dank u. Puntje 26. Dat is het wegtracé voor een verkavelingsaanvraag in de Rollekes. Gedurende het openbaar onderzoek kwamen er geen bezwaarschriften binnen. Het betreft vlot bisnummer, een strook grond met een oppervlakte van 57 centiaren. Op 10 mei 2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van deze aanvraag. Het verkavelingsdossier dient te worden aangevuld met een gemeenteraadsbesluit waarin aangegeven wordt dat de strook grond tussen de te realiseren rooilijn en het gemeentelijk openbaar domein moet ingelijfd worden. De grondafstand gebeurt gratis en de goedkeuring van de gemeenteraad voor deze inlijving in het openbaar domein wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Een gelijkaardig puntje is een inlijving voor Wanmolenstraat. Dat is ook een verkavelingsaanvraag. Ook hier kwamen geen bezwaarschriften binnen. Het betreft hier een oppervlak van een lot bisnummer 4 aren 3 centiaren. En ook op 10 mei nam het college hiervan kennis van deze aanvraag. Ook hier dient een raadsbesluit genomen te worden voor de inlijving van dit stuk in de openbare domeinen. Iedereen akkoord? Ja. Dank u. Dan puntje 28 is het aanleggen van geveltuintjes. Meer bepaald het reglement in de uitvoering van het actieplan Kernversterking wil het gemeentebestuur van Mol straatgeveltuintjes promoten in het centrum van onze gemeente. Een straatgeveltuin is een tuintje van één of enkele stoeptegels breed aan de voor- en of zijgevel van het huis. Deze straatgeveltuintjes brengen kleur en maken de straten groener en vrolijker. Door een variatie van planten creëer je plekjes waar vogels, bijen en andere insecten voedsel kunnen vinden of kunnen huizen. De drie diensten die zich daar moeten over buigen gaven gunstig advies. En wij vragen of de raad hiermee akkoord kan gaan. Koen en dan Hans. Allee, Hans en dan Koen.
Ja, ik wil, dat wil ik eigenlijk zeggen. Bedankt dat dit eindelijk op de raad kan komen. In november 2014 heb ik dat punt zelf al gebracht, beraad. En de toenmalige bevoegde schepen wist mij toen te melden dat er al hard aan gewerkt werd. Het heeft nog wel een tijdje geduurd. In september 2016 heb ik de huidige schepen daar nog eens over geïnterpelleerd. En ook die wist mij te vertellen dat er hard aan gewerkt werd. En dat er toen snel een reglement zou komen. Dat snel is dan nog wel 8 maanden later. Maar ik ben heel blij dat het vandaag ter stemming voor ligt. Dank u wel. Goed. Ja, heel kort. We bejagen de Zonnebloemenpartij natuurlijk ook toe zoiets. Zo'n initiatief. Maar alleen bij de reglementering heb ik een beetje een probleem. Daar staat ergens dat de beheerder van het tegeltuintje mogelijke schade aan noodsleidingen moet vergoeden. En bij de minste twijfel moet hij de noodsmaatschappij bevragen of daar noodsleidingen zitten die hij kan beschadigen. Dat lijkt me zo nogal omslachtig. Ik stel me voor dat ik 4 tegels uit mijn stoep doe en dan niet met mijn schub in de grond durf, omdat ik toch gewoon niet weet wat er aan leiding zit of niet. Dus moet je dan zowel Pippa als de gasmaatschappij, moet je die dan gaan contacteren om te vragen, zit hier eventueel een leiding? Of is dat een taak van de gemeente? Schepen Knaps. Dat is de bedoeling dat de aanvrager daar zelf initiatief in neemt. Wij krijgen enkele melding dat wij goedkeuren, maar het is best dat de initiatiefnemer daar zelf initiatief voor neemt. Maar is dat niet eerder de taak van de gemeente om dat te doen? Als je als initiatiefnemer alle noodsmaatschappijen moet gaan contacteren om te vragen of er eventueel een leiding daar onder de grond zit, dat lijkt me nogal omslachtig. Maar dan moeten wij dat denk ik ook als gemeente, maar ik ben geen specialist in noodsmaatschappijen. Ik ben ook geen specialist ter zaken. Maar ik kan u wel zeggen dat het eigenlijk... mensen gaan een geveltuintje aanleggen in openbaar domein. Het moet wel duidelijk zijn dat de mensen bij het aanbrengen van dat geveltuintje natuurlijk de verantwoordelijkheid wel hebben om dat omzichtig te doen. Wanneer zij een melding doen hier op de dienst, en dat is eigenlijk de bedoeling, want misschien moeten we dat ook wel in de toelichting nog eens extra meegeven, in de communicatie, dat men zich hier informeert, dat men zegt, kijk, ik wens een tuintje te plaatsen voor de rode lijn, op openbaar domein. Waar moet ik op letten? En dat we ook zorgen dat ons mensen dan duidelijk melden van, kijk, ga ook niet te diep. Het is ook niet de bedoeling van een geveltuintje te maken en op die noodsleidingen te zitten. Die zitten meestal, denk ik, een 80 centimeter al onder het maaiveld. Dus ik denk niet dat er ook een risico is om direct in zo'n leiding te zitten, maar men moet toch, denk ik, gewoon voorzichtigheidshalve dat meegeven bij de informatieverstrekking hier aan het loket. Ik wil daar misschien nog eventjes op inpikken, het is inderdaad, maar dat komt ook nog, er komt nog communicatie. Na dit komt er het online formulier, komt ook een brochure en daar is het inderdaad in gespecificeerd dat het de bedoeling is dat je maximum 30 centimeter diep gaat. Ja, maar dan denk ik ook dat je de mensen moet duidelijk maken dat de kans klein is dat ze een noodsleiding raken. Dat is evident, maar dat moet meegenomen worden precies in een juiste communicatie. Het is een aandachtspunt, we gaan dat zeker extra communiceren. Maar kunnen we dat allemaal goed dan? Ja, dank u. Dan puntje 29 is de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen. De ervaring op het terrein vraagt naar actualisatie van deze code voor infrastructuur en nutswerken langs gewestwegen of gemeentewegen, excuseer. Niet alle doelstellingen, onder andere de kwaliteitsvolle herstelling, de klachtenbehandeling, de communicatie, worden voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere afdwingbaarheid. Daarom actualiseren de VVSG en de VRN de code van 2001. De goedkeuring van deze code voor deze infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen wordt gevraagd. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Ja, dank u. Dan puntje 30 is een bouwproject in Ezaart waar gratis grondafstand voor de realisatie van een openbaar pleintje dient te gebeuren. Dit heeft betrekking op het bouwen van 4 appartementsgebouwen, 37 appartementen en een commerciële ruimte. Het project is gelegen naast een beschermd monument in Ezaart. De heiligen Willem Brordus en Marco Puls of Fulskapel, hoe spreken ze dat uit, schepen? Van Ezaart. Hoe zeg je? Marculpus. Tussen de kapel en het project wordt een openbaar pleintje voorzien in de waterdoorlatende betonstraatstenen
met een oppervlakte van 4 aren 46 centiaren. De grondoppervlakte van het realiseren pleintje dient gratis overgedragen te worden aan de gemeente. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Koen. Ja, voorzitter, we gaan ons tegenstellen op dit punt, zoals als op het volgende, dat op hetzelfde betrekking heeft. Om de eenvoudige reden dat dit het zoveelste project is in Mol, dat de kosten wat kost moet doorgevrongen worden. Ik doe een opsomming van alle adviesraden en instanties die een ongunstige advies gegeven in dat project. De Agentschap Wegen en Verkeer, Brandweerzone Kempen, PITPA, GECORO, Lokale Economie, Ruimtelijk Beleid, Sociale Wegen. En het sterkste van al vind ik hun eigen gemeentelijke dienst voor stedenbouw die ongunstig adviseert. Al die ongunstige adviezen, die als je ze opzond redelijk geargumenteerd waren, vonden wij, worden aan de kant geschoven en het project moet toch doorgaan. Ik herhaal nog eens wat ik op de commissie ook zei over de woonbehoeftestudie. Dat is voor de zoveelste keer dat ik dat vraag, de woonbehoeftestudie voor Mol. Is er effectief nog behoefte aan extra wooneenheden? Is het niet nodig om de leegstand die er is weg te werken voor we in het Wildeweg het zoveelste project in Mol blijven goedkeuren? Dat trouwens onherroepelijk is. Al wat er nu gebouwd wordt zonder visie is, zijn we kwijt. Schepen van Rompuy. Koen, volgens mij heb je het dossier niet goed gelezen. Jawel. Want de meeste van die adviezen waar u naar verwijst, die zijn vertrokken als een ongunstig advies, maar die zijn na het voorleggen van bijkomende technische informatie omgevormd naar een gunstig advies. Brandweer, gunstig. Openbare werken, gunstig. PITPA, gunstig. Dat zijn allemaal adviezen die inderdaad op basis van een onvolledig dossier oorspronkelijk als gunstig zijn opgemaakt. Op het moment als het college de beslissing moest nemen, lag daar voor die verschillende diensten een gunstig advies. Dat betekent dat het college nog met twee opmerkingen van het ongunstig advies van de stedenbouwkundige ambtenaar, daarin hebt u gelijk, werd geconfronteerd. Opmerking 1, we volgen het advies van AWV, AWV die op niet-wettelijke wijze vraagt om een mobiliteitstoets toe te voegen aan het dossier. Ja, maar hoe werkt het nu in Vlaanderen? Er is toch wetgeving die in Brussel gestemd wordt, die toch zegt in welke omstandigheden dat je een mobiliteitstoets moet voorleggen. En AWV stelt vast, dat is eigenlijk wettelijk niet verplicht, maar wij gaan het toch vragen. Wel, daar ben ik het niet mee eens en dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. En de tweede opmerking was, is een project van 60 wooneenheden per hectare op die plaats gerechtvaardigd? Dat is een moeilijke, dat geef ik toe. Dat is de moeilijke. Maar er circuleert in dit huis al meer dan drie jaar een document waarin vorige projecten gunstig zijn beoordeeld met hetzelfde aantal wooneenheden. Die leiden tot ongeveer een gemiddelde van 60 wooneenheden per hectare. Wel, dan zeg ik u, als je als bestuur en als administratie zo'n zaak op papier zet, wel, dat is geen vrijblijvend nummer. Dat papier dat wordt hier afgegeven aan mensen. Mensen gaan investeren op basis van de engagementen die daarin staan. En dan moet je drie jaar later niet komen zeggen, ja, ik heb me eigenlijk vergist. Het mag geen 60 zijn, het moet maar 30 zijn. Wel, daar heeft het college zijn verantwoordelijkheid genomen en ik sta daar voor 200% achter. Maar uw inleiding was volledig fout. Al die adviezen zijn uiteindelijk gunstige adviezen geworden. Als ik al die argumenten lees van al die adviezen die er zijn geformuleerd, dan is er aan een deel is er tegemoet gekomen en aan het belangrijkste. Er staan er nog twee. Er staan er nog twee in de beslissing. En aan het belangrijkste deel niet. Er staan er nog twee in de te hoge woondichtheid. Er staan er nog twee. De te hoge woondichtheid. Het breken met landschappelijk karakter. Te weinig groenvoorziening, drie bouwlagen, niet inpassen in de omgeving. Het zijn allemaal dingen waar niet aan voldaan is aan de oorspronkelijke vraag. Ik heb u gezegd over welke twee discussiepunten dat gaat en ik stel de vraag terug aan u. Als u met de grote vlag van de gemeente hier drie jaar geleden zegt, dat is voor ons mogelijk, gaat je dan drie jaar later volledig het tegenovergestelde zeggen? Ik denk het niet. Moet je consequent zijn ten opzichte van uw burgers en ten opzichte van uw investeerders? Ik denk dat dat gerechtvaardigd is. Ja, maar die consequentie... Dat je niet op de vijfvoet van standpunt moet veranderen. Het is die consequentie die er niet is bij de gemeente. Net wel, denk ik. Die er niet is. Ik denk dat wij die nu net wel gedaan hebben. Ik kan zoveel projecten opnoemen, zoveel verkavelingsprojecten opnoemen, zoveel bouwprojecten, woningprojecten opnoemen, waar de gemeente volledig niet consequent is geweest. En als je consequent bent, dan volgde u... ambtenaren die bevoegd zijn in dat domein. Ik vind het heel straf.
je zwaait hier altijd met je papieren van de expertise. Wie zijn wij om expertise tegen te spreken? Ja. We hebben raad gevraagd aan experten. Je hebt dat nu ook gedaan. Ik heb gezegd, voert, we volgen het niet. Laat het maar gebeuren. Cool, ik vind dat het nu voor de zoveelste keer vraag ik ook de laatste woonbehoeftestudie voor Mol. Je zegt dat je die cijfers allemaal hebt. Ik heb ze nog nooit niet gekregen. Nog nooit. Zal u bezorgen? Er is enorm veel leegstand en we bouwen heel Mol vol. Ik zal u bezorgen, Koen, dat zijn geen grote geheimen. Kijk naar uw collega daar die ook in de provincieraad zit. Dat zijn trouwens gegevens die komen van de provincie. Dat zijn geen grote geheimen. Ik zal u dat bezorgen. Ik heb u dat vorige week ook op de commissie beloofd. Ik ga dat zeker doen. Maar ik nodig u dan ook uit dat je over uw standpunt ook informatie aan ons bezorgt. En dat je die grote leegstand op het vlak van woningbouw, want daarover gaat het. Hè. Het gaat niet over handel, het gaat niet over bedrijf. Dat je dan ook eens gegevens bezorgt waar dat die grote leegstand in Mol is. Want ik zie die niet op het vlak van woningheden. Het is niet aan mij om dat aan te tonen. Maar, u zegt het wel. Als de laatste studie zegt 600 leegstaande woningheden. Ja, dat zou ik eens graag zien waar ben, dat die liggen. Wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Dat is expertise van mensen die dat veronderstel ik wel weten. En zou ik eens graag zien waar dat die 600 leegstaande woningen in Mol staan. Peter, jij zet de bevoegde schepen. Zoek het op. Vraag het aan uw diensten. Goed, ik heb begrepen, Koen, dat uw fractie daar tegen stemt. Kan de rest van de fracties dit goedkeuren? Ja. Dan puntje 31. Dat is een bouwproject in Ezaart, zoals daarnet al gezegd. Het college van burgemeester en schepen verleende in zitting van 19 april 2017 de stedenbouwkundige vergunning van Eert Vastgoed NV Poppel voor het bouwen van 4 appartementsgebouwen langs in Ezaart. Het geraamde bedrag voor de wegen- en rioleringswerken en omgevingswerken voor dat bouwproject ten laste van de ontwikkelaar van Eert bedraagt 117.649,51 €. Inclusief BTW. Gevraagd wordt om de goedkeuring van de ontwerp van de aanleg van de wegen, riolering en omgevingswerken en de kostenramingen voor Riandes, Stelenet, Pitpa en Belgacom Proximus goed te keuren. Koen, ik had begrepen dat u dit ook zou tegenstemmen. En de andere fracties keuren dat mee goed. Oké, dank u wel. Dan puntje 32, dat is de aankoop van percelen in de Don Bosco-straat. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt dat de stedenbouwkundige inkleuring van de privaatpercelen gelegen langs de Don Bosco-straat aan de overkant van de scholen Saigo en Gibo overgaat van een zonegemeenschapsvoorziening en openbaar nut naar parkgebied. De gemeente kan met de eigenaars van deze percelen een overeenkomst afsluiten voor de aankoop van deze percelen tegen de waarde van zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. U kon alle attesten en ook het schattingsverslag in het dossier vinden. Gevraagd wordt aan de raad deze 6 percelen goed te willen keuren. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Ja, dank u wel. Dan puntje 33 is de aanvaarding van een schenking. Het RUP Sport en Jeugd, deelrup 3 Hemelboys, voorziet in artikel 1.2 een zone voor parking. De heer Bertrand de Sadelaar is bereid het lot aangeduid op het afbakeningsplan te schenken aan de gemeente. Goedkeuring van de raad wordt hier gevraagd voor deze schenking. Iedereen akkoord? Dank u. En het puntje 34 is tevens een schenking aan de Nonnekensbeek. In het vorig punt dat deze gemeenteraad net goedkeurde, schenkt de heer Bertrand de Sadelaar een perceeldeel gelegen langs de gemeentelijke basisschool van Mol-Rouw. Met het oog op de inrichting van een parking, de heer Bertrand de Sadelaar is mede-eigenaar van de resterende grachtbedding van de Nonnekensbeek. De schenking van de parking en de schenking van de resterende bedding van de Nonnekensbeek dienen gelijkaardig aanvaard te worden. Aangezien deze beek het statuut van gracht van lokaal belang toebedeeld kreeg, is het aangewezen dat de gemeente eigenaar wordt van de grachtbedding en alzo als eigenaar kan instaan voor het onderhoud. Kan iedereen daarmee goedkeuren, akkoord gaan? Ja, dank u.
Puntje 35 dan, dat is een gratis grondafstand. In uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning dient een lot, met name kadastraal perceel, derde afdeling, sectie E, nummer 243F, met een oppervlakte van 55 centiare gratis te worden afgestaan aan de gemeente om ingelijfd te worden in openbaar domein. De adviezen van patrimonium en projecten was gunstig hierover. De goedkeuring voor deze grondafstand die wordt gevraagd aan de raad. Iedereen akkoord? Dank u. Puntje 36 is een grondverwerving in de Zavelstraat. Om de Zavelstraat over de volle breedte te kunnen laten aansluiten op de Don Boscolstraat, dienen er twee grondverwervingen gerealiseerd te worden. De eigenaars van hoekperceel 1 wensen geen grondafstand te doen. Daarentegen wensen de eigenaar van het perceel eerste afdeling sectie G nummer 280H wel een beperkte grondafstand te doen. Door deze afstand kan de Zavelstraat alvast voor een 20-tal meter over de volledige breedte doorgetrokken worden. Hierdoor kunnen de inritten van woningen 49 en 51 veiliger in- en uitgereden worden. De algemene verkeersveiligheid verbetert hierdoor en de grondinname is een gedeeltelijke uitvoering van het vigerend Rooilandplein Zavelstraat. De koopsom voor deze aankoop voor het grondstrookje van 280 vierkante meter bedraagt €1.680. Er is tevens een gunstig advies hiervoor. Ook wordt aan de raad gevraagd dit goed te willen keuren. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Dan puntje 37. De EVA VZW het Mogen vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad van de agenda van haar algemene vergadering die plaatsvindt op 13 juni 2017 en de jaarrekening 2016 en stelt de gemeenteraad in kennis van dit verslag van 2016. De goedkeuring van de agenda wordt gevraagd. Tevens wordt de vertegenwoordiger van de gemeenteraad de opdracht gegeven bij goedkeuring om tijdens deze algemene vergadering de goedkeuring aan deze jaarrekening te verlenen. Iedereen akkoord? Dank u. Dan puntje 38 is de aanpassing van verloven en fietsvergoedingen. En graag geef ik hier even eerst het woord aan Schepers Sergoris. Thomas. Ja, heel kort. De aanpassing van de verloven, dat is eigenlijk gewoon implementatie van de nieuwe Vlaamse regelgeving. Waar dat dus inderdaad de wijziging verlof voor deeltijdsprestaties een onbetaald verlof vervangen wordt door onbetaald verlof als gunstmaatregel en onbetaald verlof als recht. En we hebben er ook voor gekozen om de fietsvergoeding van 15 cent op te trekken naar 20 cent de kilometer. Kunnen wij de voorgestelde wijziging aan de rechtspositie regeling goedkeuren met z'n allen? Ja, dank u. Dan puntje 39. Bij mail van 26 april vraagt CIPAL om de agenda van de algemene vergadering van 16 juni goed te willen keuren. Wij vragen de agenda, de goedkeuring daarvan en het vaststellen van een mandaatvertegenwoordiger hier in deze raad. Iedereen akkoord? Jan. Ja, ik kan nogal veel naar die infomomenten die die organisaties allemaal stellen, maar van CIPAL, daar hoor ik precies nooit niks van. Geven die nooit geen infomoment of kunnen we die misschien een keer uitnodigen op een gemeenteraadscommissie dat die een keer goed komen uitleggen wat dat die doen, want wij horen daar niks van. Schepen van Rompuy? Ze hebben denk ik inderdaad geen aparte overlegmomenten zoals IOK dat wel heeft en IKA en IFKA. Maar ik denk dat het een goede suggestie is om eens een keer naar hier uit te nodigen. Goed. Kan iedereen dat goedkeuren? Ja. Dan puntje 40. Bij een brief van 6 april 2017 vraagt ICA om de agenda van de algemene vergadering die plaatsvindt op 20 juni 2017 goed te keuren. Gevraagd wordt dus de agenda en vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger hier goed te willen keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Een gelijkaardige vraag kwam van IVK met een brief van 21 maart.
voor de algemene vergadering van 20 juni. Ook hier vraagt men de goedkeuring van de agenda en het mandaatvertegenwoordiger. Ja, Jan. Ja, ik heb een klein vraagje hierover. Die hun doelstelling wordt uitgebreid naar ook het aanleggen van die warmtenetten. En dat vinden wij natuurlijk allemaal keigoed. En mijn vraag is, krijgen die dan een monopolie om overal in die gemeentes? Of mogen dan andere maatschappijen ook nog warmtenetten aanleggen in de gemeentes? Schepen Schoofs. Jan, dat staat allemaal nog ter discussie. Hè? Dus wij, op dit moment vraagt men aan ons eigenlijk een soort van intentieverklaring om akkoord te gaan dat Iandis dit mag uitvoeren. Er zijn ook wat adviezen rondgestuurd vanuit de Vlaamse overheid. Ik denk dat we daar nog eens ons goed moeten over beraden. Nu, natuurlijk, we moeten wel zorgen dat de mensen ook rechtszekerheid hebben van Iandis. Dat zij hier, dat wij niet wijzigen van standpunt, dus dat er enige permanentie is in het beleid, dus dat zij hun activiteiten ook in de tijd kunnen blijven uitvoeren. Goed, iedereen akkoord? Dank u. Dan puntje 42 is ook weer een brief van 24 april en daarin vraagt Pitpa om de agenda van de statutaire jaarvergadering van 19 juni goed te keuren. Kunnen we dat allemaal goedkeuren met het mandaat voor de vertegenwoordiger vast te stellen? Ja? Dank u. Een gelijkaardige vraag van Pontes. De brief van 5 mei vraagt Pontes om de agenda van de algemene vergadering van 14 juni, die gaat komen, goed te willen keuren. En ook de vaststellen van, of het vaststellen van een mandaat van de vertegenwoordiger. Ja, Jan. Ja, ook hier heb ik een klein vraagje. Onlangs hoorde ik op tv of op de radio dat zo'n crematoria tot 50.000 euro per jaar recupereren aan goud en titanium en zo, van de mensen die verast worden. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld en over hoe groot bedrag gaat er bij Pontes? Jos Lodewijks. Jos, drukt eens op uw micro. Dat is ieder jaar anders. Dus dan kunt daar ook een aanvraag voor doen om dat geld dat daar vrijkomt, om dat inderdaad naar die vereniging, naar uw vereniging te krijgen. Hallo? Wordt die op de berg gestapt? Nee, nee. En ik krijg dat ook niet. Ik heb het ook al eens gevraagd krijgen. Ja. Vergieten verdelen. Goed, iedereen akkoord daarmee? Oké, dan zijn we toe aan de toegevoegde agenda voor vandaag. En dat is ook een heel uitgebreide agenda. En dan zijn we beland bij de memo-fractie met puntje 44 in verband met de stand van zaken. Mol werkt even opnieuw. Solange, aan u het woord. Dank u, Peter. Ja, de vraag was gesteld en er is al een deel geantwoord in de communicatie, zag ik. Maar toch de vraag, verlopen de werken nog steeds volgens planning en kunnen alle fases afgewerkt worden? Schepen Schoofs. Ja, dat is een terechte vraag. Net zoals wij zal jij ook wel vastgesteld hebben, Solange, dat de werken in de tweede fase die men aangevat heeft, ter hoogte van het Santo Thomasplein, dat die dus stil liggen. Op dit moment loopt er een technische discussie tussen onze diensten en de aannemer. Wij hopen deze week nog overleg te plegen en tot een oplossing te komen. Nu, wij willen wel ervoor pleiten dat er een zowel technische oplossing als een juridische oplossing uit de bus komt. Op dit moment heeft de aannemer eigenlijk de werf, is inactief op de werf. Dus dat is een vaststelling die wij gedaan hebben en wij hebben dus ook een PV laten opmaken daarvan en dat is hem ook, hij is dus in gebreke gesteld met dat PV. Ja, maar wat wil het zeggen naar timing toe of wanneer? Het is heel moeilijk op dit moment om de timing te bepalen, omdat op dit moment er natuurlijk geen activiteit is en wij ook niet op de hoogte zijn
van de verdere stappen die de aannemer nog wil zetten. Wil hij de werf hervatten of niet? Dat zal blijken uit het overleg dat we hebben naar aanleiding van de technische discussie die loopt. Er waren 85 werkdagen voorzien voor dit werk, waarvan ongeveer de helft opgebruikt is. Dus theoretisch kan dit werk nog afgewerkt worden, theoretisch. In de praktijk is dat natuurlijk iets anders. Ja, maar wil het dan zeggen, want die fases, dat was ook allemaal vooropgesteld, hè, welke fase dat dan zou aanvangen en welke dan, en na het bouwverlof zou er aan fase 7 begonnen worden, maar worden die fases nu nog, gaan die nog steeds op dezelfde manier ingepland worden? De fases die werden voorzien, die zijn opgemaakt na de gunning, in overleg met de aannemer, zoals ook bepaald in het bestek. Dus de fases hebben geen afdwingbare karakter. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk na het overleg met de aannemer pas gaan kunnen communiceren over het verdere verloop van deze werf. Ja, omdat ik vind een beetje ongelukkige timing in de Corbystraat. Hè. Ja. Die zouden nu, zouden normaal gezien die werken al bezig zijn op dat kruispunt achter de Boerenkrijgstraat. Maar in april, mei, april is het eigenlijk toch altijd wel goed weer. En dat wil toch wel voor sommige uitbaters daar zeggen dat dat terras eigenlijk helemaal niet te gebruiken is. Dus dat vind ik sowieso eigenlijk al een spijtige beslissing dat gebeurd is bij het vaststellen van die fases. Dus misschien is het een geluk bij een ongeluk om dan misschien die fases toch wel te herlokaliseren en dan eerst een andere fase aanvangen. Ja, voor... het is wel duidelijk dat wij geen nieuwe fase hebben laten aanvangen omwille van de lopende discussie. He, dus in principe was de tweede fase binnen deze deelfase het kruispunt van de Boomgaardstraat met de Corbystraat. We hebben die niet laten aanvangen omwille van die lopende discussie. He. Nu, wat betreft de terrassen, zijn er inderdaad mensen die hun, of uitbaters die een terrasomheining hebben moeten verwijderen. Nu, ik denk ook wel dat we dat vanuit het bestuur met de nodige welwillendheid hebben benaderd. En wij zoeken zo snel als mogelijk naar een oplossing. Maar we hebben natuurlijk ook de belangen van het gemeentebestuur hier veilig te stellen. Dus dat is een afweging die wij zeker constant maken bij deze discussie. Ja, wat is eigenlijk ook de reden waarom de Boomgaardstraat uitgesteld was, die fase? Ja, dat heb ik net gezegd. Hè. Dus de Boomgaardstraat naast GB. Omdat wij op dat moment inderdaad reeds merkten dat er een vertraging was in uitvoering, hebben we in overleg met de aannemer gezegd, kijk, laat ons dan eerst de fase beginnen die normaal moest begonnen worden op dat moment, omdat het zo gecommuniceerd was, zijnde de fase van de Santo Thomas, van het Santo Thomasplein. Mm-hmm. Ja. Ja, natuurlijk betreuren wij dit ook, en Solange, ik wil dit toch duidelijk stellen, ook wij betreuren dit, maar wij moeten ook de belangen van het gemeentebestuur vrijwaren, en onze mensen hebben hier, denk ik, de technische bagage om daar oordeelkundig mee om te gaan. En ook juridisch hebben wij immense in huis, hè, onze juristen, die ons hier advies over geeft in samenspraak met de dienst Financiën en de aankoopdienst. De wetgeving aanbesteding is niet zo, maar iets waar je kan van afwijken. Wij wensen die ook strikt te volgen. En we vragen ook van de medecontractanten met de gemeente om hetzelfde te doen. Dus ik denk dat we hier waakzaam zijn en zeker ook constructief zijn om te zoeken naar een globale oplossing, zowel technisch als juridisch. Ja, oké. Dat volstaat, Solange? Goed, puntjes is 45 dan. Koen, dan komen we bij u in verband met de vergunning van het tankstation Gabriels op de Molderdijk. Ja. Dank u, voorzitter. Vorig jaar heeft de gemeente negatief geadviseerd voor de vestiging van tankstation Gabriels op de Molderdijk. De provincie heeft het dan herroepen en de vergunning toch uitgereikt. Uiteindelijk zijn die met een actiegroep naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen geweest en die hebben die stedenbouwkundige vergunning teniet gedaan. Mijn vraag is, wat is daar nu de rol van de gemeente in?
Of heeft de, heeft de gemeente een rol in dit verhaal, nu, op dit moment? Schepen waarom, Pai? Koen, het is sowieso al langer geleden, want de weigering die wij hebben beslist gaat terug tot op 14 mei 2014. Dat is ondertussen 3 jaar geleden. Tegen die beslissing is dan beroep aangetekend. En in het kader van die beroepsprocedure bij de deputatie heeft de bouwaanvrager een aanvullende mobiliteitstoets toegevoegd aan het dossier. En terwijl wij net geweigerd hebben, voornamelijk, niet uitsluitend, maar voornamelijk omwille van het ongunstig advies van onze mobiliteitsdienst, heeft de deputatie haar vergunning voornamelijk beslist op die nieuwe mobiliteitstoets. En dat vormt eigenlijk nu vandaag voor de Raad van Vergunningentwistingen het grote probleem. Dus de deputatie heeft vergunning verleend in september 2014 met een arrest van 11 april 2017. Vorige maand heeft de Raad gezegd dat niet de correcte procedure is gevolgd. En de belangrijkste opmerking die daaruit voortkomt is net dat die mobiliteitstoets die nadien is toegevoegd aan het dossier ook niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbaar onderzoek. Natuurlijk, eenmaal vergunning wordt afgeleverd door de deputatie, kan de bouw weer starten. Dat is ook de reden waarom dat het station vandaag al in gebruik is. En dat beroep werkt niet opschortend, het staat er vandaag. De procedure is wat ze is. De raad zelf doet ook geen uitspraak. Ze kan alleen zeggen dat de beslissing niet correct is. Wat betekent dat het dossier terug bij de deputatie komt en de deputatie zijn huiswerk gewoon opnieuw moet maken. Heeft de gemeente daar een rol? We hebben daar denk ik een dubbele rol. In eerste orde heeft de deputatie of het provinciebestuur per brief van 23 mei, dus van vorige week, aan het gemeentebestuur van Mol verzocht om het openbaar onderzoek opnieuw te organiseren. Met dat document, dat er toen niet was, dus de mobiliteitstoets, om dat mee in het dossier te steken, zodat iedereen kennis kan nemen van die studie die gemaakt is en daar zijn opmerkingen kan overgeven. En ik ga ervan uit, dat is een openbaar onderzoek. Ik heb van onze stedenbouwkundige gehoord dat dat volgende week op 7 juni gaat starten. Dus terug voor 1 maand een openbaar onderzoek. De deputatie heeft tijd tot einde augustus om een nieuwe beslissing te nemen. Ja, ik stel voor, aangezien dat onze weigering ook voornamelijk gebaseerd was op het mobiliteitsgebeuren, dat onze verkeersdienst ook kennis neemt van die studie en daarover opnieuw een advies uitbrengt aan het college of dat dat iets verandert of niet in het advies dat zij destijds hebben gebracht. Daar heb ik vandaag geen enkele indicatie of dat dat het geval is of niet. Volstaat dat goed? Dat volstaat ongeveer, maar het is nu een beetje een rare cynische zaak dat ook het contract voor de NAFT, voor de gemeentelijke voertuigen, dat ook voor een station is dat nu eigenlijk dus door de Raad voor Vergunningsbetwistingen bestempeld wordt als een niet vergund etablissement. Had men natuurlijk onze beslissing gevolgd, Koen, was er vandaag geen probleem. Ik weet het, dat is juist het rare eraan. Hè. Maar misschien in die optiek dat de gemeente ook de mensen die daar getroffen zijn en die daar actie hebben gevoerd en die daar ook die zaak aanhangig gemaakt hebben, dat het gemeentebestuur daar in steun kan verlenen. Goed, maar we organiseren het ook maar onderzoek en we zullen zien hoe het dossier verder loopt. Oké, dan dank ik iedereen hier aanwezig voor de aandacht en de inbreng en graag tot de volgende gemeenteraad, de laatste van dit werkjaar. Dank u. Met deze is de vergadering gesloten.